Amai, wat oh, stre oh, een stressje nee, van de dag al. Shit. Jesus okay. Christ. Dat duurde even. We hadden hier een, een aantal technical difficulties. Met dank aan uh, ja, de, de heren bij bouw en hun SD-kaartjes. Maar het is opgelost. Je ziet het duidelijk niet in software. <laughs> Amaij, om. Jesus, zender. Even kijken. Ja, zet nee, alles we wel even, wel even, al even goed. Oké, okay. maar dan, moet dat bij jullie nog laden bij iemand? Voor mij is het oké. Okay. Welk ja. knopje ben ik? ik... Twee. Oké. Okay. Ja. <laughs> Zeer interessante content voor de lamp. <laughs> ja, ja zo is dat toch altijd, die eerste paar seconden? Ja, voilà. um, ja nee, het was, uh, het was inderdaad spannend om het allemaal klaar te zetten, moet ik zeggen. Ja, inderdaad, We hadden hier een invalid SD-kaartje. De... Argus opleidingen gebeld. <laughs> ja. Van alles bij. Maar we hebben vooral een, een unieke kast. Bij de Junto Boys vandaag. Want de, de ene helft is er niet. We, we missen de Kobe, we missen Teun, we missen Basha. Maar we hebben wel een nieuwe persoon. Tada! Ben u voorstellen of? Hè? Yeah. Ja, graag. En met, met een beetje woord en uitleg. Je mag <laughs> beginnen bij uw geboorte en dan tot is vandaag. Heile stap om 10 uur, denk daar wel aan. Hè? Ja, ja, want uh, dat levensverhaal. Nee, mijn naam is Chil. Um, de. Als je ooit al naar de koben en, en de Juntos geluisterd hebt, dan uh, kunt je je misschien mij nog wel herinneren van ongeveer een jaar geleden heb ik bij de Kopen in de zetel gezeten mm -hmm. voor maar liefst vier uur en een half. Ik weet nog altijd niet waarom dat we dat toen gedaan hebben. <laughs> um, en ja, sindsdien... Um, ja, wat er daaruit had gebleken is is dat de, de Brainwaves van mij koben en bij Extensie de Brainwaves van mij met de Juntos zijn nogal compatibel. Ja. Dus er is zowat... Junto. 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 Er zo zowat... <laughs> Er is wat subversive love op Twitter hier en ja, daar, ja. back and forth. En nu, ja, de in, die blijft mij maar DM'en. En, en uh, ik had vanavond is tijd, dus. Dat was het. dat moest ik ja. ook. Ja. Zeg nog eens iets, je stond zo... Uh... Ik stond wat. Oh, zoveel oh. warmer, diep zoveel in ons warm. oor. Ik had zoveel beting, ja, nee, het klopt hè. Um, de Koben is uh, nog altijd op mini-retirement in Zwitserland. Wie weet wat dat hem daar allemaal aan het doen is. Ja, letterlijk daar. Foto's nemen van de natuur en haiku's sturen in de Juntergroep. Ja. Zijn we zeker dat het nog leeft? Ik, ja. zie ik, heb, ik, tijd, ik, ik uh, heb geen idee. Ik zie de hele tijd gewoon screenshots van zijn fasting-app sturen. Ja. Het oh, stopt dat toch, of niet? Ik, ja. ik, ik heb echt geen idee. Ik ben ook al ver geraakt, maar die gast... Hey. Ja, dat is next level, hè. Ja, die blijft gaan. Maar ik denk ja, dat ook volgens mij zo'n een of andere vuile is voor zo'n Zwitserse Bankies of zo. <laughs> ik weet niet hoe ik dat eigenlijk nee. mij me moet voorstellen. Ja, ik ook niet. Gaat maar... hem niet aan zoeken in de bergen? Zo, op, ja, gewoon op, zo. Op, op, op uh, berggeiten uh, rijden. Yeah. En zo. Of wat uh, nodig voor, voor iets, een koffie te mee gaan drinken of zo. Maar hij heeft volgens mij wel iets voor alles wat te maken heeft in met Zwitserland. En al zeker met het Zwitserse banksysteem. Daar krijgt. Alleen dat gaat allemaal goed op, hè? Als TV, komen. Ja. Dat is nu ook ja. allemaal crypto-antwoorden trouwens. Hè. Voilà. Ja. Um, dus nee, ik denk dat het wel als een zin heeft. En dan ja, die twee andere En Een had is namelijk een uh, professionele quiz uh, waar hij niet onderuit kan. Ik denk dat hij een beetje druk bezig is met van alles. Uh, ja. Het leven balanceren. En dan een basha. Ja, een basha. Altijd de great unknown. Da, 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 is... Die zit ergens, soms daagt hem op, soms is niet. Een... Dat is altijd spannend eigenlijk. He, altijd dat een voor hetzelfde geld tussen. Nee. Dat is ja. altijd een geschenk als je customer is. Ja. is. sowieso. Ja. Ja. Ja, als ze, als ze er is, dan, dan is dat een cadeau dat, dat blijft geven. Mm -hmm. Maar ja, hij, hij vereert ons niet al te veel met zijn aanwezigheid de laatste nee, tijd. Is ook al even dat doet we hem meer koesteren, toch, als ze er dan wel is. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Maar ja, die moet tegenwoordig gaan draaien in Venetië en zo. Hè. Ja, ja. Oh. Op hele chique ja, trouwens. Ja. Doet hij wel goed, denk ik. Vijf Sterrenhotel in Venetië. Fijn als je zo je vakantie kunt regelen. Hè. Even nee. naar ergens anders fietsen. Ja. Dat zou wel zijn. Oké, okay. maar, chill, uh, is er nog iets dat, een dat, uh, moet weten voordat wij, uh, voor dat wij erin vliegen over u? Wat, wat, wat bezielt u? Wat? <laughs> bezielt Wat drijft chill? Ja. Wat drijft mij, goh, dat is nu wel echt. Allee, dus, ik, uh, ik heb dan op, ik luister op soms naar de... Ik wil, dus niet, ik wil het dus niet nog eens verkeerd uitspreken. Hè. De De Junto, dat is, junto, verkeerd, dat is ja. Goed, ja. De Junto, hè? Ja. En wat me er altijd bij opvalt, is hoe makkelijk en spontaan het daar wel is. En jij vraagt mij nu: wat bezielt u? <laughs> nee. <laughs> Zo direct die existentiële vraag. Ja. Uh, nee, ja. Um, maar dan mag ook de, de kleine. Daar moeten niet noodzakelijk diepe antwoorden zijn, hè? Mogen ook ik gewoon... leer graag nieuwe dingen bij. Oké. Okay. En ik, uh, ik, uh, ik creëer graag in de zin ja. van ik, ik doe graag deep work. Ik heb graag het gevoel dat ik iets aan het maken ben en dat er iets uitkomt. En uh, ik probeer dat goed te balanceren met het leren, want je kunt natuurlijk ook snel opgeslokt raken door het leren en door vooral alle algoritmes die je dingen wil do, willen doen leren, die dat je misschien niet zelf wilt leren, maar die dat uw brein wel denkt dat het moet leren. Mm -hmm. En nu ben ik al direct toch wel vrij diep gegaan. Misschien. Ja. <laughs> dat is um, mooi gezegd. Hè? Er gaat zeker iets uitkomen, of het ook van kwaliteit is. Dat valt. Dat is betwistbaar van, van aflevering tot aflevering. Maar dat is mooi, hè? dat is altijd zo... Je begint ergens en je weet niet wanneer je uitkomt. De spontaneïteit. Klopt, ja. Maar je hebt toch je vraagstukjes voorbereid? Een ja, ja, vraagjes heb ik... je. Uh... Ja, ja, zoals jullie we dat doen ook doen. We doen wel alsof het spontaan is, maar dat staat op de letter. <laughs> ja, al die flammopjes uh... van Kobe horen we al twee weken op voorhand. Dat is een twee oh, my, weken that lang op aan het oefenen. Dat is wel echt hell on nerds. ja. De laatste keer dat ik de uitspraak Hell on Earth heb gebruikt, is ik weet niet of je die presentatie had gezien van Mark Zuckerberg dat hem zijn, 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 zijn toekomstvisie voorstellen voor remote work. Ja, ja, met iedereen die, zo ja, samen die aan de meetingtafel of... zat in VR. Dat vond ik echt. Hello. <laughs> dat, dat draaide mijn maag echt van <laughs> ja. om. De ja, zo'n virtual Junto. Iedereen zijn eigen avatar. We hebben oh. het nou ooit geprobeerd. Hè, via en elke, 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 elke avatar is een, en zijn een NFT, natuurlijk. Ja, en dan gaat ga heel Vlaanderen, en dan ga heel, dan ga heel Vlaanderen ja. die willen kopen. En bij, uit, bij uitbreiding. Ja. Het enige wat u tegenhoudt is een Nederlander ja. je in het Engels gaat doen. <laughs> dan wordt uw markt zoveel groter. Is waar. Maar ja, ook veel meer competitie, natuurlijk. Gesten gelijk, Joe, gelijk de Joe en de Lex. Ja, 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 ja. Dat is waar. Maar ja, ooit, hè, dan moeten zij maar Nederlands leren. om zo'n kwaliteitspodcast te kunnen volgen. Lijkt me niet, niet te veel gevraagd daarvoor. Dat is het minste. Ja, dat, is minste ja, ja, ja. dat ze kunnen doen. <laughs> exact. Benjamin, okay, um, hoe gaat het met u? Goed, maar voordat we daarin duiken. Oh ja. Een beetje housekeeping nog. Tell me all about it. Eén puntje. Binnen twee weken hebben we Junto live. Ach oh, ja. ja. Hier. Echt mm -hmm. ah, Ik, ik real... kan er niet bij, zijn. Uh, um, dat is bijzonder. Ik weet het, maar ik heb wel gesponsord. Zal ik, dat zal ik er meer dat ik precies. hier nu zit? Dus ja. Man, ik zal, uh, <laughs> ik al een bospot toch wat bijspijzen. <laughs> ja, ja, die is ondertussen gedoneerd, Maar uh, nee, we zijn denk iets voorbij de helft van de uh, ticketverkoop. Hoeveel zijn er dan? Ja, dat dan? Daar moet nog een achttal zijn. Alleen we zitten, oh. we hebben nu, denk vijftien verkocht hebben. Dus hebben er nog een, een klein tiental. Maar er, over er, zijn. Dat hebben we mij al afgetrokken. Want Ik heb er nu één gekocht. Om net te zeggen dat ik niet kom. Goed punt zeven. We zijn nog een zevental ongeveer, zoiets. Ja. Maar de luisteraars um, moeten snel zijn als ze er nog bij willen zijn. Hè? Ja, niet wachten, gewoon. Exact. Kopen, dus als je de 23 september nog vrij zijn en zoiets hebt van, oh wel, ja, ik wil die mannen hun gezwets wel eens in het echt uh, ervaren. Dan uh, ja, iedereen welkom. Het is mijn vrijgeeft. Dus uh, kom maar af. Wij hebben hier iets fris staan te drinken. En dan uh, is iedereen welkom voor een, een gezellig avondje zwatsen. En als je echt wilt, dan kunnen we ook een knuffel van een Basha krijgen. Alla. Hij heeft ons bevestigd dat ik nog bij aanwezig gaat zijn. Mm -hmm. uh, er zijn ook al knuffels gekomen. <laughs> ja. oh, okay, dus uh, ja. Ja, dat kan hem al niet meer ondergaan, natuurlijk. Ja, een unieke opportuniteit. Hè. Sowieso. Okay. Dat wordt fantastisch. En dan is iedereen er wel bij. Gegarandeerd. Ja, gegarandeerd. Behalve Nike dus. Ja, behalve ja. behalve, behalve <laughs> exact. de Exact. Uh. Alright, nee, goed. Um, nog housekeeping? Hebben nou, we nog nummers? Nee, voor nee, zover. Ja, ik ik geen... weet. Alright. Hoe gaat het met u, Benjamin? Goed, uh, maar uh, ja, nee, goed. Ik ben eens aan het nadenken. Ik ga mijn notities er even bij pakken. Uh, misschien al eens in tussentijd dat ik de vraag even terugkets. Want het is een maand geleden of zo. Dat we u sinds, geleden, ja. sinds Italië, denk ik. Hè? Ja, 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 toch twee podcasts. Maar ja, we zijn niet meer met z'n allen samen geweest. Uh, veel gebeurd. Hoogtepuntje is wel uh, ja, iets heel leuk eigenlijk. Het heeft, het heeft even geduurd. Ze zwanger. <laughs> nee, nee, Niet nee. Doen, Over mijn komen. lijk. Dan ga ik dat <laughs> nooit meer kunnen vergeten. <laughs> Iedere verjaar, ja, iedere dag ga ik dat moeten horen. Als dat nog dit jaar gebeurt. Ah, my. Van zijn leven niet. Nee, Alleen al dat. Dat worden echt, niet, nee, doen. Nee, 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 echt nee. niet doen. Geen seks, hè? Gewoon ik neem het mee, meer. Dubbel manier Ik heb al een heel jaar geen seks. Uh, Gewoon om dat te voorkomen. Dat, dat snap ik. ik, ik. Denk, ja. Dat is het minste dat je kunt dat doen. Volledige onthouding. Je moogt hem het niet gunnen. <laughs> exact. Nee, ja, ik ben eindelijk uh, geraakt tot de, de hogere regionen van de maatschappij. Ik mag eindelijk <laughs> allemaal. Allee, eigenlijk tot een exclusief clubje behoren waar dat, uh, onze heer Benjamin al jaren toe behoort. Ik mag okay. eindelijk ja, mezelf zo goed voelen en mijn, mijn LinkedIn aanpassen naar van die prachtige termen als entrepreneur, co-founder. Uh, ja, hashtag boss bitch, has, hashtag Hustle. Allee, ik heb er al jaren naar uitgekeken. Uh, ja, het komt nee. van die precies. Ja, maar hoe? Nee, ik heb eigenlijk gewoon uh, twee bv's opgestart, uh, een mailtje gestuurd naar de boekhouder, via de notaris gegaan en eindelijk zelfstandige. Um, ik ben CTO geworden bij Join, dus oh daar my. heel uh, heel leuk oh. van. Dus dat zo die mooie groen paarse um, loyaltykaartjes, daar gaat je ze zeker nog wel van hoor. Ik vind dat die een heel mooie mission statement hadden om. Power back to local te geven. Zoals iedereen weet, met COVID hebben de lokale handelaars een beetje afgezien het afgelopen jaar. Uh, de mensen zijn binnengebleven, ze zijn niet zo vaak naar de, de bakker om de hoek geweest, om het zo te zeggen, bij de slager, bij de winkeltjes. Die hebben allemaal hun revenue eigenlijk enorm naar beneden zien gaan en die hebben vaak ook niet het kapitaal om daar uh, zomaar bovenop te komen of de marketingmachine om dat allemaal terug aan te zwengelen. En daar zet Joint eigenlijk helemaal achter om. Uh, om die kleine zelfstandigen, dus de lokale winkeltjes, terug op de voeten te helpen met loyalty-programma's. Uh, en daarnaast nog een tweede bv'tje gestart met uh, Maarten. Maarten wow. Dak. De Twee Een ene eigenlijk... keer, ja. Twee ah, in weet je? Één keer. Dat is, ik was er net aan het vertellen hoe dat ik u eigenlijk een beetje kende. En hmm. Maarten is een ander. Iemand ah, ik ook een beetje in. De wereld een, is echt klein. Ja, eigenlijk een OG van de Junto Boys. Ja, ik, hè? Is ja. ja. Het niet? Nee, de Crypto Boys. Crypto Boys, ja. ja. Aha. Back in the day, way back when, toen er nog geen podcast was. In 2017 al, al ja. ja. Maar wel al heel veel dwazen die samenkwamen in de living om te praten over hun fantastische investeringen ja. en uh, toekomstige doelen. Oh ja, 2017. Dat is vier jaar geleden al, hè? Ja, ja. Dat, en dat eerlijk, was... Zo. Want wie heeft dat toen opgericht? Dat waren. Wij denk ik. De Franco, ik en de Senna. Ja, ja. En, Maarten en Maarten dan, want die zat daar ook. Voilà, dus wij zijn samen Causa uh, Sui opgestart. Uh, een uh, venture studio. Ja, Maarten kan natuurlijk allemaal heel mooi Een e venture studio. studio die dat, uh, op verschillende circulaire projecten werkt. Dat is een uh, heel cool ja, project. Ja, ja. Ik heb het er ook mee om over gehad. Ja, een paar keer. Nee. Toen de, hij is nu toch in Vietnam, hè, of niet? Uh, hij komt terug natuurlijk, want Causa Sui is opgestart en we moeten nu volle gas geven. En hij gaat zich daar uh, volledig opgooien. En we hebben daar nu twee eerste ventures in, eentje in de fashion, waarin dat we gaan proberen een. Uh, en opnieuw, Maarten, ik kan het honderd keer mooier en sapiger verwoorden, maar. Uh, een capsule wardrobe aan te bieden die volledig circulair is, waar we proberen zoveel mogelijk van die, van die wegwerpcultuur uh, eruit te krijgen. en ervoor te zorgen dat mensen degelijke basics hebben die aanpasbaar zijn. Bijvoorbeeld zoals bij mij, als er wat corona-kilootjes bij komen, dat je dan in je t-shirt moet weggooien en een nieuw kopen, maar dat je je bestaand t-shirt kunt aanpassen. En een tweede venture binnen cosmetica, waar we hier hetzelfde principe, zero waste is het doel. Uh, en dat we daar uh, ja, ook weer met een maandelijks abonnement of, of eenmalig, dus dat hangt nog wel up in the air, u een aantal doses cosmetica opsturen. En dat zit in een heel fijn zakje dat ook volledig oplost. Dus u kunt gewoon in een dispenser, zo'n pompje, u daar wat water bij shaken. En uh, dan heb je je shampoo of uw zeepje of uh, wat dan ook dat we daarin kunnen proppen bij u thuis staan. Maar u hoort nog van ons. En daarmee is al mijn, uh, zijn al mijn plugs gezegd, denk ik. <laughs> uh, had ik nog sponsoren... Sponsor dus <laughs> ik denk dat het al wel is. <laughs> Zes, hè. Uh. Nou nee, ja, voilà. Veel bewogen, Dus Amai. een Goede maand geweest, hè. En je hebt dat één gestart voor... Je hebt, je hebt twee zaken gestart. En dat ene is gewoon omdat je... factureren aan... Ja. aan, aan uh... ja, dat is stil. Dus je hebt dat. je eigenlijk een... Noemt dat dan een, een managementvermogen? Ja, ja. bestuurder, wow. founder. Oh, oh, oh. Um, alles. Ja, eigenlijk oh alles. My ja. Dus we gaan ook uh, ja, jaarlijkse vergaderingen hebben en belangrijke stemmingen ja. ja. Daar ben ik wel helemaal in opgegaan. Zoals sommige luisteraars weten, is een klein pleziertje van mij volledig losgaan op kleine lettertjes en documentatie. Oh, nee, je dus, uh, nee, hebt die acties volledig. Oh, weken, met de notaris doorlopen. Oh, met de boekhouder oh, gebalaverd. Echt? Dat, ja. oh, ik heb gewoon met een boekhouder als laten doen. Ja, nee, nee, nee. Die gaat nee, daar nee, echt nee. goed op. Kleine letters op de verzekeringen en zo. Nee. Dat is echt. Dus, uh, ja. dat is, dat Allee, is, ik ben blij dat is blijf. voor u. Dat je daar voldoening uit de Ieder zijn hobby. Eigenlijk. Ja, uh, ja. Rond dat, dat bizar wel. vind ik het. Ah, kijk. Maar bol. Alle keer gek zijn gebrek, zeker. Exact, ja. Voilà, en dat was de Good News Show, denk ik. En heb jij je notas kunnen bovenhalen? Ja. Um, ja. De, mijn, uh, mijn hoogtepuntje, goh, ik moet zeggen, de laatste twee weken, um, ik vind het leuk dat het leven is terug op gang aan het komen. Dat is waar. Ik ben naar een festival geweest ondertussen. Ja, waar? Sphinx. Ah ja. nice. eens, zo nog eens, nog eens tussen, tussen het volk staan? En was dat echt gewoon open? Ja, je zo moest zo'n mensen... COVID, covid safety ket ik, ik ga morgen mijn tweede vaccin halen, dus dan, ik, uh, dan moet ik daar ook niet meer gaan laten doen die COVID-safety-kets. Maar ja, maar als je dubbel gevaccineerd bent, dan wandel je gewoon binnen, hè. En, en je staat toch tussen het volk, terug optredens, pintjes drinken, ja. lachen, dansen, alles erop en eraan. En heb je daar nergens zo'n angst of negatief gevoel bij? Ah wel. Ik, dat is hetgeen dat ik eigenlijk toe kom, dat is misschien dan het hoogtepuntje. Ik dacht echt, en ik denk dat ergens nog, want ik merk het nog in een omgang: dat zo'n dingen als handen geven, ik dacht, ja nee, dat is gedaan. Hmm. Dat komt niet terug. Maar de laatste weken toch meer en meer. En we dus ook, gegeven. Ja, ja ik heb al ondertussen al een paar keer terug een handje gegeven. Ja, ik ook. Ja? Zeg in die edge. Iedereen met mondmasker zou dan? Op dat festival? Niemand. Super. Nee nee, als je echt binnenwandelt en je je safe beaamt, dan is het echt back to business. Alleen. Zo 2019. Dat nee? is echt 2019. <laughs> ja. Maar ik vind het wel heel aangenaam. En moest je dan ook een PCR-test laten doen vooraf of gewoon die vaccinatie is genoeg? Dubbele vaccinatie. De dubbele vaccinatie is genoeg of een PCR-test of zo bij een apotheek. En dan dan een of, test Of uh, ja, als je dubbel gevaccineerd ze ga je niet meer nog eens naar die apotheek gaan. Hè. Maar ja... ja, de, maar ik weet niet, als je ja, zo als zot bent als zeker... zo om de kleine lettertjes van de acte te lezen. Ja. <laughs> op, de Delta-variant uh, lacht er niet meer. Ja, hè? nee, nee. Als je zeker wilt zijn, dan kun je dat inderdaad nog eens gaan laten doen. Als je het bij een apotheek gaat laten doen, dan is het de dag van je afname geldig en de dag nadien. En als je een PCR gaat laten doen, is het twee dagen nadien. All right. Zot. Ja, dus... Ja, ik heb zo het gevoel Ja, ook zo terug op café gaan en zo. Ook ja. al ondertussen gedaan, een paar keer. Last, ja. Ja. Ja, het enige waar dat je nu nog je maskertje aan doet... ...is als je zo door een restaurant aan het wandelen bent. Ja. In die twee meter ja. van de deur tot aan uw stoel. En dan zit er zo één in je nek te hijgen. En dan denk je, ja, <laughs> godverdomme. Ja, en dat vind ik dan ook echt weer... Allee, om dan toch een beetje te kankeren... ...dat vind ik dan ook weer echt ronduit belachelijk. Hè? Nu is het ook zo, als je de fitness binnenwandelt... Mm -hmm. ...zo binnenwandelen... ...zo die eerste tien meter, dat mondmasker op... En dan de u is er volk op loopbanden aan het zorgen en zijn er ja, aan, aan, aan het zweet overal. En dan denk je, ah ja, oké, okay, want ja, nu die drie meter, ik kijk mijn mondmasker op hem, dat gaat het verschil maken. Ja, helemaal. Hoe zit het eigenlijk met de nummer 17? Kijkt iemand daar nog naar? Van hoe... Gaat het omhoog, gaat het omlaag, blijft het beneden? Geen idee. Het, uh, ik ben er vrij immuun voor geworden, om het zo te zeggen. Vooral ja. die cijfers. Maar uh, hetgeen wat mij wel opviel vorige week, denk ik dat het was... Is dat er eigenlijk wel, uh, en ik wil nu niet. Uh, ik wil nu niet de spelbreker zijn. Uh, maar wel, het enige bericht dat mij wel opviel, was dat er uh, blijkbaar toch wel vrij veel COVID-gevallen zijn, ook bij gevaccineerden in Israël. Ja, ja. En Israël is er zo'n beetje de pionier, zeg maar, de voorloper, de leider in. Nee, die zijn er het eerst mee geweest, die, wou, die hebben vrij vroeg een vrij hoge. Um, Percentage van gevaccineerden bereikt. Die stonden eigenlijk voor op de rest van de wereld en die blijken er nu vrij veel problemen mee te hebben. Maar de clue van het artikel was eigenlijk dat, er, um, dat eigenlijk de, de effectiviteit van het vaccin naar beneden aan het gaan is en dat we waarschijnlijk tot een derde dosis zullen komen op die Boost manier. Boostershot. Exact. Ja, klopt. Boostershot of aka Returning Avenue? Ja, ja. tuurlijk. Ja. Die arme farmabedrijfjes, uh, die oh. moeten ook op iets overleven. Hè, je Te men. kopen geen aandelen van Pfizer. Die <laughs> zal het al wat eerder gelezen <laughs> hebben. Hey, trouwens, even tussendoor. Um, want je dat zegt, ik heb deze week gehoord op... Uh, uh, ik weet al niet meer waar, maar uh, Moderna heeft een HIV-vaccin gelanceerd. De trials deze week. Oh, ook gebaseerd op RNA-technologie. Oké, okay, cool. En daar wilde cool. ook niemand het vaccin nemen dan? Uh, ja, ze zijn het nu aan het testen. Ah, dus, ja, ah, het is nu de eerste human trials. Dat ja, ja, ja. vind ik toch ook wel... Hoeveel zouden ze die mensen betalen? Want we moet dat 10.000 mensen testen of zo? Hè? Hoeveel ja, ja. betaalde voor voor bij de eerste 10.000 te zijn die dat HIV... Maar zijn het allemaal, dat zijn allemaal mensen die... Nee, dat zijn mensen die geen HIV hebben. Of... Nee. Want dan is het geen vaccin. Anders werkt het niet als een vaccin. Goeie vraag. Want dan moet je eigenlijk besmet worden met HIV, want anders kunnen we dan testen ja. wat... De... En in dat geval is de incentive wel vrij duidelijk om het te laten doen, omdat het u mogelijk geneest. <laughs> <laughs> um, maar ik denk dat komt. Dat... Ja, maar als je al ja, HIV... Als je het al hebt, dan... Ja. Um, maar dat is wel interessant. Maar het uh, het HIV-virus, hoe dat, dat werkt, het uh, mij nu even, dat is jaren geleden dat ik erover gelezen heb, maar de, het mechanisme ervan is ook niet bepaald hetzelfde ten de van een uh, klassiek virus. Hmm. In de zin van... Um, het Neerkomt op iets dat, dat vermengt, u eigenlijk mee, dat vermengt zich eigenlijk met uw DNA, ja, um, daar halen ze toen ook aan. Ja. Dus uh, in die zin, het makes sense to me of het klinkt wel inderdaad uh, logisch dat die nieuwe vaccintechnologie mRNA dat die daar inderdaad misschien iets meer voor kan betekenen, dan ja. dat ze traditioneel opgelost hebben. Uh -huh. maar, wat zouden ze u moeten betalen om, uh, om zo'n vaccin te zetten? Allee, noem je bedrag, nee, kopen staat langzaam met een spuitje. En die kijkt je diep in uw ogen. Ja, maar als de te komen is, dan moet dat sowieso niet... Oké, okay, en er dan. staat ook een okay, dokter langs die zegt... Dat yeah. yeah. is nu al een derde keer dat ik welcome to moet, want ik daarom moet denken. In your dreams. Oh... Oh jee, yeah, yeah. rookie mistake. Het ja, ziet het uit. het is een eerste keer. Dat is oké, Het is oké. Maar ik kan that's me that's ook that's wel. Okay. Aan ik zal zeggen, dat, dat komt ook... Mijn gsm staat altijd op: do not disturb. Dus ik heb nooit notificaties. Huh? Alleen als mijn vader en mijn broer bellen. Echt? En mijn vader belt nu. Oh. Ja, oh. <laughs> ja, als oh, je moet mooi. opnemen, dan mocht je je. U... Begin... Ah, dus, hè? Ja, het is het dringende, zeg ik? Ja, dat Ik ben er vrij zeker van dat het niet dringend is. Ik okay. denk dat een belt om uh, te horen of ik al uh, tickets voor uh, milan liverpool geboekt heb. Oh. Oh. Oké, okay. okay. ook oh. belangrijk. Dus dat ja. komt dan ineens een beetje bij je bij punt van we hebben het idee dat, we, dat het leven toch wel op gang aan het komen is. Ja. Ja, ja. Dat, dat begin ik ook te merken. Ja, ik vind het wel, ik vind het wel leuk. Maar om maar even terug te komen, hoeveel? Ja, hoeveel? <laughs> hoeveel? hoeveel? Ik eerst. Uh, ik ga er eens over na. Ja, okay, maar lang, wacht, wat, wat zijn de parameters? Dus het is een dokter, een dokter, er staat een dokter en die zegt: het is allemaal oké, okay, we gaan gewoon even testen. Ja, het is allemaal oké, okay, gaan die niet zeggen? Dat Kunnen ze niet zeggen? Hè? Het is Unless waarschijnlijk een human okay. trial. Ja, <laughs> dus die HIV-tester. De dokter gaat waarschijnlijk zeggen. Um, je kunt door hier aan mee te doen, heel veel mensenlevens redden in de toekomst en de risico's zijn echt perfect onder controle. Ja. Beeld u in dat het niet de kopen is in het begin. <laughs> ja. en we volgen nu op dag tot dag en als er iets is, mocht je naar hier komen, het is geen probleem. En we gaan je daarin bijstaan en het komt allemaal goed. En dan, oké, okay, kopen. Zeg je krijgt een psychiater, prik de prik je krijgt, por krijgt porno om je mentaal leed te verlichten. Ja, dat is ja, dat's, dat's natuurlijk al vrij extreem. Maar... Ja, ja, ja. Ja, het, bij mij het eerste is al zeker zes cijfers. Ik zes cijfers? Dat, ik denk nou wel, ja. Meer dan 100.000. Voordat ze zo'n priks mogen zijn, zet ja. ik, ik zou dat dus voor geen geld van de wereld doen, hè. Ik vind het zelfs geen een Zelfs geen negen of tien cijfers. Kan dat nee, kan. nee echt, echt waar, niet? <laughs> 10 miljoen. Nee, no way. Maar ze vinden toch wel 10.000 mensen die dat hebben. En ja, ja. dat ga in niet voor 100.000 euro de kop zijn. Nee, nee, nee. Ik ga uit niet. van een goede trial. Hè? Als in dit is de laatste stap. Alles is zo goed getest geweest als getest kan zijn. En nu moeten ze een paar dwazen vinden om het in te spuiten. Zes cijfers. Minstens, hè? Dat is het eerste wat er nu opkwam. <laughs> en jij van niks? Niks, joh. Nee. Dat is het mij niet waard. Of zo, het griepsvaccin. Het, het nieuwe, het griepsvaccin van volgend jaar of zo. Ja, dat wel, denk ik. Ik denk eigenlijk dat ik uh, als ik het kijk of erover nadenk, ik, ik weet er gewoon niet genoeg over om dat te beslissen in de zin van, wat is de technologie? Ik weet ook van niks, ik denk gewoon zes, hè. En dat klinkt. Ja, <laughs> maar in die zin, ik wil niet... Gesproken gelijk als een echte C-level. <laughs> ik kan er ook niks aan, maar mensen zijn cijfers. <laughs> En dat is heel ik raar, want allee, dus normaal gezien moet een vaccinwerkjespuit een soort van staaltje, een booster van het virus, mm -hmm. zodat je immuunsysteem er een soort van kopie van kan maken en het daarna kan herkennen om het daarna terug aan te vallen. Ja. Maar dat, en dat is waarom ik er heel veel over wil weten. Het HIV-virus werkt anders in de zin van die mimikt eigenlijk, die vereenzel, vereenzelvigt zich eigenlijk met je immuunsysteem. Mm. Wat dat immuunsysteem dat ook nooit aanvalt. Uh, allee, dat is nu de passieve kennis van wat ik er nog van weet. In die zin zou ik er meer over willen weten van hoe dat, dat werkt, want als je daarover moet nadenken van, als, ze pro, als ze mij dan een vaccin inspuiten dat een deel van het HIV-virus in zich heeft, mm -hmm. ja, als je zegt het griepvirus, ik kan mij baseren op heel veel historische data van die, dat soort vaccintechnologie werkt. En met het HIV-virus ben ik daar. Maar ik heb meer sceptisch over, Ook mRNA. Dat toch... Klopt, maar dat virus, het, corona, het, het coronavirus is wel anders dan het HIV-virus. Maar, dat, ja, maar ook in... Voor zover ik weet, hè. Bij die mRNA staat er ook geen coronavirus bij, hè. Nee, dat, was, dat is, nog een, is inderdaad vandaar dat het anders kan zijn. De technologie is anders. Als je dat echt wil begrijpen, dan moeten je de, de meest recente podcast van Lex Friedman beluisteren, meneer van een viroloog. Ik denk dat hij dat heel goed heeft uitgelegd. Um, dus eigenlijk, basically, dat maakt een proteïneke in... Nee, ik kan het niet verder proberen na te leggen. Het gaat fout zijn. het gaat Iets fout met proteïne. Alex met zijn laatste opname. Ik denk ja. Vincent Ramiello of zoiets. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, cool. En Benjamin, 100 euro? Eh, uh, ja, drie rondjes op café of zo, hè. What is dat, 50 euro? Nou, oh, is goed. Nee, jong. Nee, ik, wel, ik, wel ik heb... is wel heel veel inflatie, <laughs> ja. Nee, ik heb, uh, ik heb eigenlijk echt geen idee. Ik weet het niet. Wat is echt je gevoel? Wat is echt je buikgevoel? Ik niet, na intuïtie. Ja. Ja, minstens 50.000 of zo. Ja, toch? Hè? Ja. Maar wat zou die krijgen? Zou die 1000 euro krijgen? Waarschijnlijk niet. Dat kan, dat kan. Als je nu als 10.000 x 1000, is dat? is dat een miljoen? Maar ja, voor die Pharma Boys, dat is ja? toch niks? Daar nee. gaan die eens mee eten. Nee, dat is maar 100. 10.000 x 100. Dat is 10 miljoen. Ja. 10 miljoen voor die een ja, Dat is een goeie diner met de C-level. Veel meer kan dat niet zijn. Hè? Ze gaan geen 100 miljoen kunnen investeren in zo'n in zo trial of wel. Geen flauw idee. Van die bedragen ken ik nog niks. Nog niet. Kom nog wel. Volgende <laughs> okay, maand. Okay. Dus geen bedrag, 50 en 100. 50.000 euro. Ja, ja zoiets. Ja. Dat is mijn gevoel. Hè? Maar opnieuw, okay. ik, ik sluit me ook eigenlijk volledig aan. Ik zou mij ook veel meer inlezen. Ja, ik, ken ik, het, ik, uh... ik ken het risicoprofiel niet genoeg ja. om uh, mijn reward te kunnen bepalen. Dus heeft u nog een nieuw en exotisch vaccin liggen bij u? <laughs> Zoekt u nog een testpersoon? Benjamin was de, de goedkoopste. Laat me weten. Je weet me te vinden. <laughs> exact. Zeg, Gilles, uh, wat is uw hoogtepuntje geweest? Mijn hoogtepuntje staat een beetje aan bijna van u, ook dat het eigenlijk wat terug op gang aan komen is. Um, met name, ik ben op een week tijd, um, ik ben eerst, ik ben afgelopen week naar Frankfurt geweest. Okay. Omdat er een, uh, een Amerikaanse vriend van mij toevallig in Europa was op een business meeting. Um, niet in Frankfurt, in Firenze, maar dat was een beetje overplanned. Of hij vond, hij uh, wow, hij is een beetje beschaamd voor mij om bij uh, om mij gezien te worden met, de, met zijn overzicht. Dat kan ook. Um, maar uh, ja, die woont dus op de West Coast. En um, als je vanuit de West Coast naar Europa vliegt, dat is vaak op Frankfurt. En die was 23 uur in Frankfurt. En al onze vriendengroep, dat is een internationale vriendengroep van Duitsland, ikzelf dan en Luxemburg, allemaal naar daar gegaan. Um, en dan hebben, wij iets, dan hebben wij iets gedaan wat ik al twee jaar niet meer heb gedaan, waar dat heel veel zuipen is en heel weinig slapen is. Um, maar het is dus mooi, dus er worden terug overzeese business meetings gepland met Amerikanen. Er wordt terug naar daar gevlogen. Ik heb die, ik had die, die gast al, ik had die al twee jaar niet meer gezien, of toch niet echt, want ik werk er ook mee samen. Uh, dus ik heb er wel business calls mee en zo. Hey, dat is zo'n zo beetje onze hack, zeg maar, dat we betaald worden om elkaar te kunnen bellen. Um, maar ja, dus uh, ik, heb, uh, ik heb die mensen nog eens teruggezien en we zijn ook terug plannen aan. Echt vrij korte termijn plannen aan het maken, voor in november, voor in december. Dus in een covid-vrije wereld zagen we elkaar, de, de Amerikaan iets minder, maar ja. zagen we elkaar elke twee, drie maanden of zo. En daarbovenop, um, binnen, wanneer is het, is het vandaag, 7 september? Binnen een kleine twee weken vertrek ik voor een week naar Istanbul. Om op een conferentie te coachen en te spreken. Dat was ook al twee jaar geleden. Amai, betalig. En betalig, ja. de week daarna nog er veel nieuws om te spreken. Dus <laughs> ik, heb, ik word wel eens uitgenodigd om op marketing, start conferenties te spreken. En dat was, dat was eigenlijk de beste deel van mijn job. Voor alle duidelijkheid: dat betaalt dus echt weinig of niks. Maar je mocht, wordt wel overgevlogen. Um, je komt er in het plaatselijke ecosysteem terecht van de entrepreneurs en start-ups, waar dat meestal de meest open-minded en enthousiaste mensen zijn. Dus die nemen nu dan ook mee en zo. In het, uh, in het nachtleven en in het dagleven. Um. Ik heb me altijd wel afgevraagd hoe dat werkt. Dus die bellen nu echt gewoon en die zeggen: we betalen de vlucht, het hotel, de ja. een conferentie. En zo wat expenses, en van expense. heen en terug ja. en dat soort dingen. Uh, maar ik vond dat kijkt tof altijd, Van, ik heb nooit voor het geld gedaan, ook niet. Maar dat is gewoon zijn geweldige ervaringen Je ligt heel veel mensen kennen. Je doet qua, eh, dat is dan in mijn hoedanigheid als uh, growth marketing. Mens. Mens, whatever. Eh. Ik ga hier echt niet de woorden expert of zo in de mond houden. Ik ga alleen de mond halen, dat haat ik echt. Um, nee, maar start-up coaching, dat soort dingen. Dus in het feit dat je dan met heel veel um, ja, start-ups in contact komt. Krijg je ook heel veel contextuele kennis die je veel, die je eigenlijk veel meer street smart maakt in het uh, toepassen van dingen die op, zich, die op zich iedereen wel weet. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat je ze in elke context even efficiënt kunt toepassen, dat je dezelfde patronen kunt herkennen. Maar ik ben een beetje aan het afwijken. De afgelopen twee jaar, sinds COVID, ben ik dat wel blijven doen. Dus het mentoren in accelerators, het spreken op conferenties, maar altijd van achter mijn computer via ja. Zoom. Mm -hmm. En dat is echt hatelijk. Dat is Kut. Dat is echt kut. Ik ben dat blijven doen om daarna terug uitgenodigd, want dat zijn vaak, vooral bij een paar accelerator's is dat wel, uh, zeg maar, ze noemen dat in residence, hè? noemen ze dat dan. Um, een beetje goodwill tonen, het is natuurlijk... Het zegt natuurlijk veel over u. Als je dan zegt, oh, sorry, als je mij niet overvliegt, dan, ja, dan en vinden ze wel iemand anders. Um, maar wel een boxershort dan? Ik ja, absoluut. Hey, you is, win uh, some, you lose some. Ik, heb, uh, ik steek het mee. Mijn grootste onkosten bij mijn bedrijf steek ik in boeken. Dus ik koop veel meer boeken dan ik kan lezen. En ik heb ja. een heel gigantische boekenkast ah, ja. tegen mijn muur staan. Ja. En dat is aan mijn achtergrond. Dus dat ziet er heel, impressiona heel impressionant ja, ja, ja. uit. Ja. Uh, maar dan wel inderdaad met de boxershort onder tafel. Ja. Kunnen ook afschrijven, hè? Die oh, ja. werk waar niet voor? Ik. niet voor ja, ja, ik heb wel, ik denk dat ik wel eh uh, uh, mee <laughs> als forfaitaire uh, forfaitair gestort krijg. Ik heb maar oh, Zeker al. perfect. Maar dus die Amerikaan die mocht gewoon binnen in Europa. Ja, maar dubbel gevaccineerd. dubbel gevaccineerd. Maar dat mag nu allemaal terug. Ik, ja, dus nee, maar dat is inderdaad, dat is, dat is een goed punt dat je daar aan had en dat komt ook een beetje, hè, wat dat ben je minder niet Sphinx en festivalsfeer zonder mondmaskers en pintjes drinken ja. en vrij ja. makkelijk binnen. Um, ja dat is ook wat ik zie hè? Dat, het, uh, dat het allemaal terug op gang komt ik word terug uitgenodigd mensen vliegen terug over uh, en dat is allemaal leuk om te zien prachtig um, ja mooi aangezwengeld. lekker en dan het... natuurlijk uitgenodigd worden bij de oh. bij ik heb een banale atelier. Ben oh. <laughs> zo makkelijk ja. hij hey, ging hier niet. ik dacht gaat of het nog ja. nu, of niet? <laughs> um, ja. mooi gezegd nee oké okay. ja top uh. Waren er stressjes? Ja, ik wou het eigenlijk ook zoiets vragen. Want je hebt hier uh, twee, twee BV's en, en, en op C-niveau. En om oh, een dame zwanger. Maar dan mogen we daar niet tegen <laughs> nee, komen. Nee, dus. nee, nee. Dat is nog heel low-key allemaal. Maar ja. Ja. Ja, ja. Oh, mijn ouders luisteren ondertussen. Nee, elke is nog niet zwanger. <laughs> nee, niks aan de hand. Is het waar? Je ouders luisteren. Jongen, ja, die zijn de hele backlog aan het analyseren. Eerst mijn papa, die kon er goed mee lachen. Nu mijn mama. En dan ben ik oh, toch te denken: van, nee. hey, hey, wat heb ik daar allemaal op gezegd? Ze zijn nu bij de Italo Boys. eerste en tweede aflevering. Maar die kunnen daar wel mee lachen. Dan ik ik voorlopig ik heb ik dat echt nog allemaal mooi kunnen... Zo. Ja? Ja, 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 ja. Dat, mijn Ik kan dat, ik, buiten de familie kunnen houden. Die All hebben right. geen idee. Maar je weet dat dat niet blijft duren, hè? Ik, uh, Iedere dag wordt de kans groter. De... <laughs> ja, gelijk als een turnover overlaatst op dat festival. Wat was er op dat festival? Die stond vorige week op een festival mm -hmm. een pintje te bestellen en die zegt van mij twee pintjes en ik hoogt je een stem achter hem. Hinterboys? Haha, <laughs> een mesje. Kijk aan die stem. Atten. <laughs> oh, hoe goed is dat? Maar dat is wel echt crazy. Yeah. Groupie, of hij heeft gewoon een snalker. Gewoon een groepie. Ja, ja. ja het oh. zou de eerste niet zijn. Nee, ja. Het zou de eerste, ja. Ja, toen niet altijd wel groepies gehad, omdat ja. hij niet een young boy was het niet. Klopt. Klopt. Als die zijn kop ergens laat zien. Hij is een, is een tonne eerst. knappe juist. Ja, oh, Goh, Ja. Oh. Als ik niet strijd was... <laughs> <ja>. <laughs> Of als ik schreef, nee. Het is vooral een hitsig tekkeltje. Ze altijd... <laughs> een hitsige puppy. is een hitsig verlof. Een hitsige puppy. Nee, een hitsig tackeltje. Ja, Wat even dat originele versie: het hitsig tackeltje, niet zo. Ja. zo beter. Nee, maar dat is echt grappig. Die, die, die vrouw, de, op verlof waren. Jack Russell. zo. zo. Ja, ja. Op verlof waren er in één keer ook een paar dames bij, een tweede, tweede gedeelte. Hm. En na een paar dagen zit er zo een van die, uh, van de dames, die bij was tegen toon. zegt. Een, Weet dat wat je me eigenlijk doet denken? Aan een hitsige puppy. Ja. En toon moest echt heel erg lachen, want blijbaar het is een exosuit, die ze ook genoemd. <laughs> ik zou oh, niet zo goed weten nee. dat ik me eigen erbij moet voelen. Ja, ja, ik weet eigenlijk is. niet dat ik deze mag delen. Ja, het is te laat. It's ja, out there. Hitsige ik ik puppy. Zou je Ton als is niet mocht, maar. We ja, kunnen no damage taglines beginnen toevoegen, zoals in de ja, het is, uh, podcast hè? Alleen ja. zijn schoonouders en ouders gaan het horen, dat is Wat ja, is dat? dat is is ook? Schoonouders? Ja. Die weten ervan, maar die hebben het nog niet geluisterd. Dus dat is ook een kwestie van tijd. Dat eigenlijk. is ook een kwestie van tijd, Dat is even ja. word of mouth. En, maar ja, dat is wel... Die maar. weten wel, ah, je gaat weer naar die podcast. En, ah, ja. en die je je, er, je soms, daar nog, zeker. Niet meer lang, niet meer lang. Mijn kot is bijna af. Elektriciteit zelf gelet. Eh, gelegd, gelet. Gelegd en uh, met een klein, dat was eigenlijk mijn stressje, of een half stressje. Oké, okay. hey, seamless, seamless segue. Dus het is al een paar keer aan bod gekomen, maar ik ben een, een echt buitenverblijf aan het bouwen in mijn tuin. Van de hele 7 op 3 meter. Een, een veredeld tuinhuisje eigenlijk. De volle 21 vierkante meter, ja. Ja, toch wel. Hey, prachtig. En ik had eigenlijk altijd het plan om de elektriciteit te laten leggen door een professional. Want zoals we allemaal weten, electricity kills. Dus mm. dat is niet om mee te lachen. <laughs> dus uh, ja, ik heb daar een, een half uurtje mee. over opgezocht, één pdf gelezen en uh, dan alles zelf gelegd. Maar ook met de kleinletterjes klein aan? Uh, ja, komt, komt wel goed. Dus ik heb uh, een kabel gelegd van mijn huis naar mijn kot. En dan daar alle stroomkringen en uh, schakelaars en lichten en zo aangesloten. Zo complex is het echt, in een pdf? Uh, ik heb wel een paar dingen ietsje meer over gezocht. Kon, kon je kan er nu echt geen YouTube-video vinden? Ja, wel wel. En YouTube-filmpjes en hier en daar. Maar dan toch, ja, bijvoorbeeld iets wat ik helemaal niet gedaan heb, en wat blijkbaar heel logisch is, als je daar eens over nadenkt, is dat je dat eerst even test of alles werkt, voordat je je muur helemaal dicht maakt. Want als je muur dicht is en het werkt niet, <laughs> dan zet je, ja, je met de. Ja. Als je, Met de problemen. Die, als je nog van die verouderde technologie zit, dat je alles in een vloer ligt in te werken en zo. Ja, dat wel natuurlijk. Hè. Ja, dat is waar. Hè. Het ja, als je zo van die nieuwe... alternatief echt door je troon die, die, ja, ja. die vraag branden ook op mijn lippen: heb je dan naar Benjamin gebeld of niet? Uh, ik vrees dat mijn budget. Voor het, ik was voor dat maar een, verblijf, een, ja. een schamele werknemer. Nu dat er een uh, <laughs> ja, entrepreneur uh, soon to be is, ik kan dat er waarschijnlijk wel af. Maar uh, nee, het budget was eerder. Laag, voor het, voor het heel. kan kon een BMW nee, niet betalen. Nee, nee, nee. Waar ja, is het klimaat je... u waard? Het... <laughs> <laughs> jongen, hoeveel bomen zijn er niet gesneuveld voor dat kot? Jongen, toch? Ja. Dat kent geen niet. Maar dus, uh, ja, letterlijk met mijn ogen dicht, mijn rug gedraaid, naar de elektriciteitskast, zo die differentieel aangeschakeld, en alles werkte. Van, Echt? van mijn eerste keer geen foutje gemaakt, alles in orde, en voilà, toen was er licht. Maar de lange termijn, dat weten we niet. Jij hebt ook voor lange termijn getest. Ja, het moet niet in de fik vliegen. Dat is eigenlijk alles wat er moet gebeuren. Maar ja. als je zo aan die kast aan het sleutelen bent, met zo'n dikke kabel, Spannend is toch wel een he? beetje in je broek, En je dan goeie handschoenen aan, of niet? Uh, <coughs> Oké, <Okay>, ver. <fair. laughs> ja, nee, dat is wel, uh, snap ik, zo'n een hè. Ja, dat is, ja. ah, is zo'n dikke 10 kare kabel. Mm -hmm. Anyway. Ja. Maar ik knap ook wel, zo. Ik zou het zelf niet kunnen. Maar ja, ik heb zel... natuurlijk de pdf nog niet gelezen. Nee, ik, ik zou er niet aan beginnen, niet. Nee. en ik laat het u bij vijf jaar nog eens weten of het nog werkt en niet in de fik is gevlogen. Je gaat dan, denk ik, misschien wel de komende maanden en jaren uitdagingen hebben om misschien over te schakelen. Van ja, hoe moet ik het zeggen? Ik heb altijd het idee voor dat soort van dingen: hè? als je een melkcysteem laat komen, dan kost u 35, 40 euro per uur. Ja, ja je ja. weet wat er gaat komen. Ja, ja, hè? ja, ja dat is waar. Klopt, maar is dat als je, als je werknemer bent, dat snap ik. Want elk uur dat je direct echt zijn, krijg je niet al betaald. Mm -hmm. Nu dat je een entrepreneur, Zwaar. dubbel entrepreneur zijn, ga ik mijn uren moeten herwaarderen. Hè. Ja, je gaat wel een tijd okay. moeten, uh, want uh, laat in altijd geval jij komen. Zeker een tijd dat je okay. gezellig zijn en lezen en werkt op je business. En normaal gezien moet dat wel meer gaan tegen dan 35 euro per uur. Dat, dat is waar. Maar Ro eigenlijk als je een rookie mistake hè? nu wel ja. Hij is leren. Hij is leren. Een entrepreneurship is vallen en opstaan. <laughs> <Ja>. <laughs> exact, exact. langs de ene kant vind ik het heel leuk dat ik nu. Technisch gezien, min of meer weet hoe je een huis zou kunnen bouwen en hoe alles werkt, en dat je naar een huis kunt kijken en zien: van, ah ja, zo kun je, werkt het. Kun je kunt met een BMI gaan werken. Ah ja, voor. ik kan hier dingjes beginnen aan. Ik heb wel freelance. Hè? <laughs> uh, maar inderdaad, veel, veel uren ingestoken, dat is waar. Maar zo dat gevoel van zelf iets mee eigen handen te doen, gedaan te hebben, dat is toch onbetaalbaar is. Dat. dat je dat zelf gelicht hebt. Al die dagen achter je laptop en dan kunt je gewoon even houten. <laughs> je kunt dat niet echt zeggen, het. want, je, want je, je bent over je uren herwaarderen bezig in uw business en je privé. Maar uw business is effectief. Als <laughs> ze bouwen. <laughs> ja, <laughs> ja, ja dus. niet bouwen, het niet zijn geheel, maar toch een de, deel ervan. Hè? Internals. Ja. The internals, de brain. Ja, maar oké, okay, ik zal er zeker rekening mee houden. En toch zelfs nog beter: ik kan nu heel dat tuinhuis inbrengen, hè, want als is een tuinkantoor. Oh. Of een echte België dat wordt een national, uh, nationale sport in ere houden. Van... En moet je dan kiezen op welke BV? Gaat dat dan zo? Nee nee nee. Dus uh, mijn, mijn persoonlijke BV is wel waar dat alles op gebeurt. Oh, dat is ook... Want das, die heeft ook geïnvesteerd in de in een tweede BV. Dat moet niet op dat van de of van de Maarten komen. Al wel eigenlijk Maarten. <laughs> Voilà. Schitter ja. bedrijfsfeestjes geeft voor Casa Sui. Causa Sui. Causa Sui. Causa Sui. Causa. Wat is, dat, Kauza, wat is dat Kauza een uitleg achter de naam ook weer? Ik weet het nog ongeveer, maar ik denk dat jij het beter kunt uitleggen. Ja, het is uh, een Latijnse term om te zeggen dat het de schuld of de verantwoordelijkheid bij u ligt. Causa sui, sui. Maar ik weet niet of het de letterlijke vertaling is, maar daar. Kan je die naam nog veranderen? Nee, dat blijft wel de naam van de uh, Venture Studio. Oh. Ventures. Ja, ja, ja. Maar van, ieder ja. apart deeltje gaat waarschijnlijk wel een andere, iets rollendere, makkelijker, toegankelijkere naam krijgen. Cool. Is dat Causa Sui Ventures? Ja, ja. of, of gewoon Causa Sui? Met twee haakjes rond. KS. KS. Twee accolades. CS. Zijn zelfs als accolades, denk ik, hè? die haakjes? Ja, dat zou kunnen. Ja. Nee, 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 dat nee, zijn gewoon haakjes. Kan hem aan die ja, maken. Ja, ja. Misschien net het al, al, ge al ge gesimplificeerd. <laughs> <laughs> Nog iemand, stressjes. Hoe is het moeilijk geweest de afgelopen maanden? We nou, hadden nu bij mij, hè, dus, uh, het, het blij wederzien met mijn vrienden, de totale euforie met al de drank in de aderen. Um, daar volgt natuurlijk een grote crash door. Hè. Dus, uh, wat ik ook heb gemerkt is, uh, ik heb mij de afgelopen twee jaar uh, alleen, religieus bezig gehouden met mijn gezondheid. Ik ga ook uh, nu, ik, ik raak niet zo ver als de komen, toch zeker niet zo, zo, zo vaak achterheen, maar ik heb ook uh, regelmatig gefeist. Um, ik hebt ook niet veel koolhydraten. Vooral, ik had ik al twee jaar banaan niet meer gedronken. Gewoon uh, niet. Heel weinig. Nie. Echt. Uh, Dat is riskant, hè, heel weinig. Alleen. Dus uh, zo echt alleen maar in. Uh, er moet. Er moet een, het moet sociaal meerwaarde hebben, laten we zeggen. Dus het moet. Elke alleen... vrijdag. <laughs> Maar het ding is, ik ben ook een beetje een kluizenaar. Dus ik, okay. uh, ik zie niet altijd... Uh, er is een reden dat mijn vrienden in het buitenland wonen. Ja, oké. Okay. Voei, <laughs> excuus. Dat is bewust. Maar dan, ja. Uh, ja. bewust gekozen. Ook heel vaak... Uh, nee, ja. <laughs> maar, uh, het is gewoon het is een beetje organisch zo gekomen. Maar nu uh. zijt je een publiek figuur, dat weet je toch? <laughs> ja, maar ze kennen mijn kranten, gezicht nog niet, denk ik. Uh. Oh, dan ga ik het aan. Uh. En die papa. Ah ja, Hattie? dat is juist. Dat is mijn, mijn coverfoto, zeker. Uh, nee, ja, en ook... Uh, ook, uh, mijn slaap is ook heel belangrijk voor mij. Dat heeft ook een soort van voor, uh, een, uh, voorgeschiedenis. Ik heb vroeger veel slaapproblemen gehad. Uh, dus ik ben een heel brave jongen die dan om half elf, elf, elf uur gaat slapen elke dag. En dus uh, ik, heb de, ik heb de laatste drie, vier dagen gewoon een serieuze fysieke, emotionele en mentale kater gehad. Daar echt heel mijn systeem gewoon overhoop. Heel fuzzy en groggy. Maar als zo... Ik zou het niet echt een stress kunnen noemen, maar ik ben mijn eigen wel tegengekomen. Maar als je zo na die avond zoupen, hè en gewoon te wakker en je hebt zo nog eens echt goed van het padje gegaan, dat voelt toch ook een beetje dat je ten, ten, ten strijde bent getrokken. Dat je zo... Absoluut. Maar de... ja, we zijn de oorlog gegaan en we zijn daar levend uitgekomen. Dat is een beetje ka... nee, koud, eigenlijk. Om daarop in te pikken. Een van, de, een van de leukste dingen na nou een avondje zuipen is met dezelfde gasten daarna maar een ja, Hangover man. Food gaan doen. Ja. Lijke, en dan zo aan het praten. Kateren, ja. Maar dan ja. zitten eigenlijk nog op dat moment. met De crash voor mij kwam, kwam eigenlijk daarna nog zelfs. Die avond of de later na middag. Eigenlijk, maar het is ook, ook in zekere zin ook emotioneel in de zin van um, ik zie die gasten niet doodgraag. Die hebben, ik heb die leren kennen. Jij kunt er misschien iets over meepraten. Ik ken Benjamin BM, heeft hetzelfde gestudeerd als ik, maar een jaar voor mij. Dat is een internationaal programma. En uh, ik ben uh, toen met mijn uh, gat in de boter gevallen. Uh, op basis van de soort van mensen die ik daar ben tegengekomen. Ik had het ervoor uh, heel moeilijk in mijn leven. Ik was heel hard op zoek naar mezelf. Ik ben ook depressief geweest. zo, dus van die dingen ik ik er nu niet te hard mee vervelen. Lang vooral kort: dat jaar heeft mijn leven veranderd. En niet omdat op, dat je op Antwerp Management school, school zoveel leert. Want als ik er nee. ben, is dat absoluut <laughs> niet zo. Maar uh, ik heb daar, uh, ja, dat zijn echt gewoon. Dat, echt, dat, zijn, dat zijn mijn allerbeste vrienden. En, uh, dat is mooi. Dus inderdaad, het is ook gewoon... Als je zo'n zo high hebt voor... Dat was toen 48 uur ongeveer. En amper slaapt. En dan zo intens en weet ik veel wat. Ja, dat je serotonine ook helemaal in je uw, in uw, in uw kop. Dus heel mijn stofwisseling was om zeep, ik ben echt volledig mentaal gecrashed, zeg maar. Ik heb benaageweten dat een trainer was zeg maar. En, en zo, maar zo, oh. zo wenen op de, zo wenen zonder dat je eigenlijk weet waarom. Zegt zo ja, wel zo'n... Zo hoge, gewoon een, als je een hele hoge high hebt, komt er ook gewoon een low erna. Ja, en de, ook, ja. de low maakt die een high ook hoger. Het is, de, het, is de, het is de, het verschil tussen de twee. Maar prachtig. Ik zie nu zoal met een single man hier, achter de raam. <laughs> Van de trein, het is een trein... Een emotioneel dus. muziekje op de achtergrond. Ja. Als zo de camera twaakker. die nou me uitzoomt, langs een buitenkant. Ik was, uh, ik was naar... ooit de Octopus Teacher gezien, op Netflix. Ja, oh ja, omdat ze je zelfs besproken Ja. ja, ja. ja, ja. Ik was daar zo oh, ja. aangenaam. Dan ben ik dus uh, weer al door de mand gevallen dat ik niet al de Junto-afleveringen heb gezien. Okay. Het geluisterd. een okay. okay. compliment. Nee, en ik vond dat zo... Uh, en dat was... ik, vond, ik vond dat zo mooi. Heel <laughs> emotioneel van, ja. Ja, ja. Die ja. Je wacht je ook aan het zien terwijl je in een serotonine dip zat, of wat? Ja, op een trein. Dus, dat is niet. Dat is gevaarlijke maar, combos. Hè? Ja, maar ja, je weet dat niet op voorhand. Ik wist dat dat goed was. Van de ratings en van referrals dat ik hoort had, maar je weet niet. Ja, je kunt dat in een review niet schrijven waarom dat, dat zo prachtig is. Hè? Op mij ook de beste teacher van storyline, van, 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 ja, van ja, storytelling, ja. van beeld. Van Hoe diep dat dat gaat, naar onze origines, van leven. In, en liefde. In. En vooral hoe dat je dat dan link te missen. En nu ben ik eigenlijk iets aan het vertellen zonder enige context. Dus ja. als je My Octopus Teacher nog niet gezien hebt, de jongens hebben het hier al over gehad. Ja. En uh, we, ver eerlijk... we vernieuwen de recommendation, zal ik zeggen. Ik heb hem eerlijk nog niet gezien. Maar ik ga er. <tie> <tie> okay, okay. <tie> okay. <tie> ik zal er eens werk van maken. Het is goed. Het is blijkbaar uh, life-changing, traanbrekend. Nieuw nee, life-changing. Maar het is wel echt. Uh, het is echt wel anderhalf uur. Je zit er direct in. Hmm. En je zult. Uh, niet op je gsm zitten of zo, helemaal niet ja, het is mooi. oké, okay, goed heb jij stress stresskanaal gezegd? ja, ik um, ik heb het voordat we begonnen op te nemen al een beetje verteld, en ik moet niet oppassen hoe ik het ga vertellen, want ik wil geen geen uh, referenties naar de partijen kwestie kunnen maken maar mm, dus ik moet goed nadenken um, maar wij waren, wij kwamen het Verlof, met het bedrijf uh, en we waren vlak voor het al bezig met een paar uh, mooie offertes uit te werken voor projecten. Uh, met SAM, dus met ons product. En we komen terug en we, uh, we krijgen eigenlijk op vrij korte termijn. Dus in de laatste paar weken te horen dat die allebei in orde zijn. Ja. Ja, dus dat was heel waardevol voor ons als team. We hebben daar heel hard op gewerkt de laatste weken. En het ene is dan. Ondertussen ook bekendgemaakt. En dat is echt een cool project. Nieuwbouw CLT, dus volledig in hout. Geprefabriceerde structuur. Die natuurlijk dus op heel korte termijn gaan staan. Dus dan bouwen we echt een appartement op, op, op twee dagen of zo. Super cool. Ja. En dan zetten wij de SAM ook in. Dat is ook op een paar dagen. Dus dan zetten we eigenlijk appartementen dan bouwen op, op, op weken in de plaats van op jaren. Ja, dus dat kan echt heel cool worden. Het andere project was um, meer op een klassieke manier gebouwd. Maar desalniettemin hadden we daar ook wel doorin geslaagd om. ...het ontwerp eigenlijk zo te optimaliseren dat die mensen bijvoorbeeld tot 10, 11, 12% procent meer extra oppervlakte hadden... Um, ...veel efficiëntere bouwproces, veel efficiëntere bouwkost ook en zo... Um, ...en gewoon een veel aangenamer appartement denk ik, als je nou hadden binnengekregen. En het leuke was dat dat is een partij waar we ook al heel lang mee in gesprek zijn... ...en die hebben we echt al jarenlang zo stap voor stap... ...en dat is een heel risico-averse partij eigenlijk, vanuit een bepaald perspectief... Um, ook een, een verleden waarin het spannend is geweest en zo, op, op, op financieel vlak. Maar die mensen waren dan hier komen kijken en die waren eigenlijk helemaal mee. En we hebben die echt op twee, drie maanden tijd, nog niet, we hebben een verlofdose gezeten, op anderhalve maand tijd, hebben we heel dat proces doorlopen. Hebben we echt ja, moeten werken om dat uit te werken te finaliseren enzovoort. door heel die een chain gegaan, het is een vrij grote pad. Helemaal van de mensen die dat dan hebben aangebracht tot, tot aan de CEO. Mm -hmm. um, en vorige week of zo, of de week ervoor, vrijdag, kregen we bericht van: Ja, het is in orde, de prijs is oké, okay, uh, we gaan het gewoon tekenen. Dus wij echt super blij, daar echt heel hard op gewerkt. En ook heel voldoeninggevend, omdat dat uh, zo echt een nog vrij klassieke partij En we dachten: Ja, oké, okay, het is ook wel een gekende partij, als we die mee aan boord kunnen brengen, dan is ook weer een extra statement naar de markt toe. Ja, dus uh, super content Ja, fantastisch goed gestart, nieuwe bouwjaar. Um, en gisterochtend kreeg ik in één keer het telefoon uh, van de holding boven dat, boven die partij, dat het niet doorgaat. Gewoon uit het niks. Out, Out of the fucking blue. Zonder context. Ja, ja die man, de CEO dus van, van het tochtoebedrijf waar we mee in gesprek waren, is wel wat kunnen zeggen van er is iets aan de hand op, 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 op hoger niveau en, en... Maar ik weet God nog altijd niet. En morgen gaan, ze, gaan we nog wel eens bellen dan. Maar ik weet nog altijd niet hoe of waarom of... En het is echt, want ik heb nog met die mensen gestuurd die het, het hadden binnengebracht bij hen. Mm -hmm. En die zeiden ook ja, wij dachten echt, het is een gigantisch... Het is echt een mooie meewaarde voor het project. En, en het is een superjuridisch iets dat we daar kunnen gaan bouwen als we het zonder, als we, als we het zonder jullie gingen doen. Ja. En dat was echt zo... Ja, als echt zo de, de wind uit de zeilen gehaald. Ja, dat is dat was super pijnlijk, echt hè? kak. Je zet daar zo hard voor gewerkt en dan heel team dat ook, ja, we zijn aan het gaan en in een keer zo ja. heel helder. En, uh, en dan moeten ze terug dat molken opdraaien en terug ja, komen aan mannen. Dus ja, deze ochtend dan met allen ook zo uh, een team ontbijt gedaan mm -hmm. en. en mm -hmm. En zo wel proberen en dan morgenavond gaan we ook ergens gaan zwemmen bij iemand thuis en zo, om de moraal wat op te klikken. Maar dat mm. Had het dat hele is team echt... daar last van? Ja, ja, ja dat, dat merkt, hè. Tuurlijk. Hoe groot is je team? We zijn met z'n zessen. Mm. Ja. Mooi. Uh, echt, hè? Nee, vijf nog ondertussen. Um, en um, ja, nee, dat, dat, was echt, dat, was echt, dat was echt pijnlijk. Vooral omdat dat zo... Het heeft niks te maken met de value-propositie. Er is iets... dat is heel veel. Er is iets... is gewoon politics. Ja, er is iets intern aan de hand waar ik niks van wist. Nog altijd niet goed hit hoe of wat. En dat heeft niks te maken met de value-propositie, want dat was allemaal in orde, de prijs was goed, het was een betere sheet, en dat is zo kak, want dan denk ik, mannen, dat is echt exact geen dat er moet veranderen in die sector. Wij zijn er al vijf, zes jaar mee bezig, en dan wordt dat op die manier, en dat is gewoon... Dat is een ja, typische uh, risca-versie in grotere bedrijven. Dus dat, uh, wat dat dan op, ook op de grond van de zaak komt, het feit dat waar jij probeert in te innoveren, dat dat zo, dat dat zo moeilijk is om daarin te innoveren. Hm. Het feit dat ze je altijd naar beneden blijven duwen. Ja, dat is gewoon... Het is gewoon Het is, ah ja, is gewoon kak. Dus je moet eigenlijk gewoon hele appartementsgebouwen beginnen zetten, zodat je al de rest buiten kunt bonjouren. <laughs> Ik heb geen idee. Hè. Ja, of gewoon zelf beginnen ontwikkelen. Ik heb echt gewoon. Ik, ik, pff, ja. Nu, pas op, hè, want tegelijkertijd, we zijn nu ook met een andere partij in gesprek. Hm. veel groter project. En dat gaat kei vlot en kei snel. Dus dat is typisch ook. Dat gaat er nu nog wel leren, <laughs> ja. Dat is echt zo'n gigant in de mal. Je hoort dat tikkels, dat zo'n een, een Of in ons geval dan al een scale up Of dat dat, dat nog van een dier. Uh, nee, dat is, dat normaal, is ja. niet normaal. Dat is of echt. Wel. Ja, Kousen binnen twee weken dat ik met zo'n smaal zit, hè? want dan is ja, dat... Zo. Maar dat is echt... Allee, ja. Ik dacht dat je gewoon een exponentieel grafiekje tekende en dan daarop verder ging. <laughs> ja, dat is hetgeen dat je in de film ziet. Toen mij denk, heb je ooit uh, the, hard things about, the Hard Thing About Hard Things van Ben Horowitz gelezen? Een groot stuk. Ja, ja uh, dus hetgeen, dat is bij mij ook al heel lang geleden dat ik dat gelezen heb, maar hetgeen wat mij eruit blijft, dat hier van toepassing is, denk ik, er zijn maar twee stages in een start-up founder. Je hebt euforia en je hebt terror. Dat is echt Geen van de twee. Ja. Er is niks tussen. Het is enorm volatiel. Ja, 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 volatieler ja, ja. dan crypto. Gewoon echt een fucking, gewoon echt people als dat je groot bent. Als je er lang in zit. <laughs> dat is echt, dat is, dat is afschuwelijk met momenten. Maar tegelijkertijd, ja. Als je, dan, als je op die high zit, is het ook weer heel leuk. Hè? Dus... dat ja, Enjoy, okay. enjoy is wel het laatste, dat Fred en Trent terug naar beneden <laughs> Nee, nee, nee. Die komt toch terug hier. Hè. Die, terug, die <laughs> ja, terug. Ja, nu wel inderdaad. Die boven gaan. Je zit al beneden, het kan alleen maar vooruit. Voilà, voilà dus, uh, Allee, beneden, pas op. Het is nog altijd, nog altijd wel mijn goede in vooruitzichten in en zo, maar dit, dat was wel, het was wel pijnlijk. Komt ja, binnen, hè. He? Komt zeker binnen. Ja. Voilà. Heb, je, heb je dan zo'n target van... Of misschien is dat confidentieel, maar heb je zo'n target van sams per jaar dat je moet tuurlijk Probeer ja we hadden nu een heel, een heel proper een target voor dit einde dit jaar maar deze deal was ook wel heel belangrijk en dus ja, dat is ja. wel dan is dat wel heel goed. Nee. Ja. maar die andere is drie vier keer zo groot dus als we daar landen is dus all, right. all, all all fine and good maar dat brengt ons dus terug naar uh, ja ja. <laughs> ja dus dat is echt uh, maar bon. Alright, cool. Join the club. <laughs> voilà, in de volgende afleveringen zeker meer nieuws over ja. ups en downs van het, uh, dus, van het ondernemen. Uh, het wordt eigenlijk dan misschien binnenkort zo gewoon de, de ondernemers... Uh, <laughs> het klaagrondje. Het, klaar, het klaagrondje of ja. het, uh, het gezamenlijke uurtje. Nee, gaan we niet doen, hè. Bo, right. dan zijn we vraag één rond. Zijn, zijn we eigenlijk aan het opnemen? Uh, ik zie hier een Teller gegaan. Het is rood. Er staan een rood bolletje langs. En staan er minuten bij? Ja. Ah, Oké, okay. en lang zijn we bezig? We zijn. 9 minuten. 53 minuten bezig. <laughs> dat meen ik. Aan je de niet. introductie. En ik dacht dat we aan een, een vraag gingen komen die we normaal niet tikken. We gaan er niet, Wacht, gaan niet door. Waar? We hebben vraag 1 gedaan in een uur. Mm -hmm. ja, is wow. dat vraag 1 zelf? Ja, ja dat okay. was vraag dat is 1. Hoogte van Maar je ziet wel. Uh, Gij had die langste podcast zeker. Hè? Met Kobe, ja. Maar ja. ja. dat record is gebroken, denk ik. Ik weet alleen niet meer door wie. Ja, ja. Oh, ja waarschijnlijk. Hij hey, wou het ook in Italië doen, maar dat is er niet van gekomen. Ja, volgens mij ligt dan de Kobo zelfdeel het gewoon altijd verder gaan. Gewoon. Ja, gewoon een extreme ding, hè? Ja. Dat ja, is gelijk. Eerst drie dagen, feesten, en vijf, en zeven. Totdat ja. hem doodvalt. Ja. Ja. <laughs> voilà. En dan nog eens half zijn Instagram-volgers kwijt. <laughs> <laughs> Hoe dat? Ja. Ik vind het al grappig zonder het verhaal te weten. Nee, nee, dat moet hem zelf maar eens vertellen. <laughs> Daar rij ik me niet in Mariel. Nog beter. Dat is trouwens, dit, dit wat er just is gebeurd. dat is typisch Jonas. Zo klein beetje te zo, kiezen. Zo Een iets beetje te kiezen. Een ah, ja, ja, zeg je a iets, zeg a eens iets meer. A, a zelf? A zeg maar niet bezig. Ja, ja, en zelf heel goed zijn grenzen beschermen, maar we wel continu proberen om bij de rest zo wat te gaan vissen. Aanzetjes geven. Ja. Aanzetjes geven. Right. goed. Zeg, uh, Jonas. Ja, Benjamin? Um, Godverdoem, dat is <laughs> <laughs> Kijk kijkbaak. Heb <laughs> uh, jij uh, recent een noemenswaardig essay, boek of podcast gelezen of gehoord dat je opmerkelijk of geschikt vindt om te communiceren aan je doel en onze luisteraars? Goh ja, uh, ik heb uh, veel gehoord de afgelopen maand. Ik heb hier heel wat dingen opgeschreven, maar omdat we het net al hadden... Oh, oh my God. nog volk. Oh, Wat? Dat is een niet idee. Stop de press! Stop de fucking press! Je haar is goed. Wat de fuck? Wat de hel? Met zijn geschoren kop. Wat is dat hier? Ja, je haar is goed, man. Ja. Dit is echt heel gaaf, dat heb je erom gedaan. Dat heb je erom gedaan, ik. Die stomme begon. Ja! Allee, jong. Uh, we hebben het al wel heel veel over je gehad, dus misschien is het niet te veel van het Maar Dus misschien even bespreken, dit is wel echt <laughs> heel funny. <laughs> die er een deem, jongen. <laughs> <laughs> mogen. Niks laten weten, ook niet. Hoe, la hoe lang heb je doorgereden om hier te zijn? Hoe lang heb je dat jij niet... Ja, hoe ook al, ja. Misschien moeten we ja, eerst zeggen ik ga wat er gebeurd is, want... Die ja, we gaan het zelf eens horen. Oké, dit is wel echt heel funny. Hey! Ik kan ook zeggen, bij mij dus er een rare snuiter in uw, uw hand. <laughs> Kom Komt op eten bedelen. Verwachtte jij nog iemand? <laughs> Jesus Christ! Allé, oh, gast! Hoe hard ben jij gestresst dat jij niet voor die nu ging zijn? Dat is ook. Nee, ik, uh, ik, ik ben aan het bijleren. <laughs> dat is trouwens heel grappig om jullie van buitenaf te zien. Ja? Dat is precies zo. Ik ah, ga Ah, nee, nee, mijn man. Ik ga En kooi. Um, en dus ik zat in de auto vandaag, uh, op weg naar hier, en jij belde mij. Ja. ja, En ik zeg nog... En dus, dus hij belt mij op, in de auto. En, um, en, ik, en ik stuur zo direct een berichtje op Signal. Ik zo ja nee, ik zit in Zwitserland. Ik kan het niet oppakken. <laughs> maar ik zat gewoon in de auto. Ik zat al in Frankrijk of zo. Tjie, maar is... ik, ik, had, ik had mezelf voorgenomen. Ik ga gewoon op mijn gemakje naar België rijden. Als ik goesting heb, kom ik af. Dus ik ben nog even gaan sporten. En uh, ik, ben, ik ben twee uur terug uh, in België. En in de auto, ik zat echt zo in de auto zo naar hier. Ik zei, oh, ik moet zoveel mopjes maken. En ik stond in de douche. Ik zo fuck, ik ben bijna al die mopjes vergeten. Eentje weet ik nog... Uh, um, om de, het komt er nu gewoon om al, de, al direct Nee, nee, ja, nee, ik heb mij ook voorgenomen om niet alles te hijacken, Maar ik wil één mopje vertellen. Ik, 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 neem... ik weet niet of je dat gaat lukken, zijn, <laughs> ik, ik heb, ik, Het is toch al gehyjacked, of niet? Ja. <lacht> ja. <lacht> ik, ik wou zeggen, hè, dus, uh, je hebt Jill waarschijnlijk al voorgesteld. Ja, mm -hmm. dus ik heb me ja. eigen moeten voorstellen met Jill, hebben bezielt toe, eigenlijk? Ja. <laughs> Wel, mijn idee was om de diversiteit in onze groep te behouden, mm -hmm. hebben we Eén witte, dus bruin jongen vervangen door een andere witte, bruin jongen. Zo, dat soort mapjes heb ik in de. Anyway, dat is zelfs geen mop. Je hebt twee Goeie weken we, in Zwitserland gezeten, en dat is het beste dat je kunt doen, of hè? We hebben daar straks een teun vergeleken met een hitsige tackle. Dus een ook. hitsige tackle? <laughs> ja, dat is mijn schuld. Blijk, blijkbaar de woorden van een jonge dame die. Ik was puppy, maar... Ik heb eigenlijk veel meer off-the-record te zeggen dan on-the-record. Maar... <laughs> Anyway. Dat komt nog wel. Ja. Maar, maar jij zat, je, maar, je je zat de in een auto nee. daar dus straks. Ja. Want ik was door Twitter aan het scrollen. Alles ging natuurlijk over de flashcrash van crypto. Ineens stond er kopen van Ripple liked. Never buy a smart buttplug. <laughs> <laughs> dat was echt een mooie snapshot in mijn feed. Uh, ja. Ja. En, op, en op dat moment was ik ook net... Uh, ik was wel aan 10,5 aan inhalen van Junto-afleveringen. Dat, dat ik toch een beetje kon meebabbelen met de boys. En dat was net die andere aflevering waar je er niet bij was. als bij aan het klagen was Dan ja, moet ik de koper vervangen. Als en als een, als een vortige mop. hoe moet ik dat nu doen? En op dat moment las ik die tweet. Dus, uh... hoe, hoe is het vandaag tot, tot nu toe gegaan? Goed, we zijn juist vraag 1 voorbij. We gingen net aan vraag 2 beginnen. Ja. We waren een uur bezig. Jesus. Dus uh, Jesus, we gingen juist naar vraag 2. Okay, yeah. okay. Maar, voor de rest. maar is dit nu allemaal gepland? Dat je de hele tijd al in. Nee, ik of? was wel. Ik, had, um, ik ben gisteren zo naar zo Termen geweest. Zo, gewoon echt, dat is zot. Jesus, okay. om, ja. Je gloeit, je gloeit. Dat is ongelooflijk. Ik kom daar om 11 uur binnen en ik denk, en ze zeggen tegen mij: hè, uh, we sluiten om 6 uur. Ik um, kom daar om 11 uur binnen, ik denk: what de fuck ga ik hier 7 uur doen? En ineens is het 6 uur. Hmm. Ja, maar dat is, wel... is ongelooflijk. Had ik, ik er een boek ja. mee? Een broek? Een boek? <laughs> ja, 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 Dune. Dune. Ja. Uh, dus ik heb daar ook een beetje gelezen, maar, was, maar ik was ook naar andere termen geweest en daar kon ik ook eten en zo. Maar dat breekt dan precies de ervaring. Maar daar, waar ik gisteren was, gewoon zeven uur na vlog voorbij. En dan dacht ik van oké, okay, ik ga morgen gewoon terug. Misschien nog na die termen. Ik had gewoon goesting om terug te komen. Maar ja. Ja. En dan dacht ik, als ik raak op tijd, springen we even binnen. Huh? En je wist van de harde stop, dus je wist ook. Je ja, dus ik wist, wel, ik wist wel, ofwel ga ik, en, en vertrek ik uh, pak een half uur later, want ik ben nog gaan tanken en zo'n paar dingen doen. Ofwel ga ik nu, ofwel ga ik niet meer. Zwitserland is duur om je flits te worden. Ik vrees van wel. Maar ik, ik weet niet of ik je flits ben, want in Zwitserland heb ik wel heel braaf geweest. In Zwitserland weten dat meestal wel, dat is een vrij grote fles. Ja, ik denk dat ik. Um, oh, ik ben tegengehouden aan de grens in Zwitserland. En even, dat was. Ah, keer. ja, ik, moest, ik wou nog tegen u zeggen. Ja... De, ja, de eerste keer in, in al mijn... Ik heb 23.000 kilometer gedaan vandaag. Allee, alles samen. Maar ik, ik word tegengehouden aan die grens. Ik, ja, ja. de grens. Ja, Hij heeft zo ik lang heb... stil geweest. Dat <laughs> komt nu allemaal Jongen, ja, ik dus was de ik was de, spraakwater ik was de enige die daar alleen was. Ik zie al die mensen. En weet je wat ik dan heel graag doe? Die Duitsers weten niet dat ik hen versta. Ja, die Zwitsers, die verstaat je gewoon niet. Maar er waren ook Belgen. En dan hoor ik die zo praten. En dan zo, ja, jij weet niet dat ik u versta, want ik heb nog geen woord gezegd. Maar, dus ik, ik rijd Zwitserland binnen... En ik ben naar die aflevering van Yonmi Park aan het luisteren. Met, ja. Dat hij zo helemaal gesmokkeld wordt naar China ja, ja, ja. en verkracht en dit en dat. En ik ben naar aan het luisteren en ik rijd binnen en die, allee, aan de grens en die douane-officier, hij hey, stopt eens. En ik zo, oh nee, kijk, zelfs. Alla, dus <laughs> wat een die vibe. Maar het is allemaal goed gekomen. Oké. Okay. Ja. Zeg, een paar zinnen. Hoe was het? Geen hoe lang uh, zijn we weg geweest? Tweede weken. Twee, ja, twee weken en een half. Ik, ik wou de uh, uh, Grand Tour gaan doen in Zwitserland. Dat is zo'n uh, aangegeven uh, roadtrip van 1600 kilometer. In een paar zinnen. Ik ben daar aangekomen. Ik merkte dat is echt iets voor met twee te doen of met meerdere. Dus dat was echt zo. Was het ik hier alleen rondrijden. Dan ben ik uh, dus een paar dagen gewoon in Zwitserland gebleven. Dan ben ik Jozef gaan bezoeken in Venetië. Die had daar een, een optreden. Ben ik uh, naartoe gegaan. Uh, heel verhaal op zich. En dan, uh, ja, dan heeft heel. Uh... Hebt ons Instagram -following, uh, dat was Instagram-following gezien en dat jij zag, dus aan het zeggen wordt tegen uw kleine generaal. <laughs> ja, in het, het kasteeltje. In het Italiaans kasteeltje. Huh? Ik heb. Uh... <laughs> ja, ja. Ik heb geen Instagram, ik heb geen... Oh ja. Ik heb geen Instagram, niet meer. dat is, nee, dat is toch dat niet, Je ja. mist niks, je, je mist, mist niks. Een, een man kan zelfs geen privacy meer hebben in Venetië. Ja, maar als je dan, dan, ja, dan zegt dat het daarop dat... mag, Ja, Als het op Instagram staat, je niet over privacy klagen, wel. Anyway. Ja, <laughs> um, yeah, do it for the gram. Heb yes. je mijn filmpjes gezien, van dat ik op mijn bak is ben gegaan met de fiets? Ja, oké. Maar dus, dan ben ik naar Venetië geweest, even terug naar Milaan, en dan terug naar Zwitserland, en dan afgesloten. Maar het was um, Zwitserland, heel mooi land. En uh, Davos, want zo spreek je het, wij zeggen Davos. Maar het is Davos, zeggen die. Waar dat World Economic Forum is. Ja, daar. Heel mooie regio. Dat ligt in, de, in het kanton Graubunde. Zo, Zuidoost-Zwitserland. Um, heel mooie regio. Echt ongelooflijk. een mountainbike broek. gehuurd, gaan rondfietsen. Uh, veel gewandeld. Allee, veel. Een beetje gewandeld. Was ik heel leuk. Heel mooi. Top. Als hier nog eens een hittegolf is, krijg je gewoon naar Zwitserland. Het is daar 20 graden en zo. Het is daar nu zo 20, 20 graden. Je zit op 1800 meter Davos. salig. zalig. Mm -hmm. ja. Maar ja, inderdaad. Ik voel dat ik zo warm. <laughs> ik ben al gaan sporten, dus ik heb al wat energie. Zo. Maar ik ga gewoon... Maar al die uren in de auto, al die opgestapelde verhalen en mij. En dan daar, Dat, 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 dat elif um... Zit je daar fysiek van af? Dat, dat je zo met inhouden? Ja, dat wordt toch zot van dat dat het allemaal in je hoofd blijft zitten, je dat er niet aan. Ja, ik voel dat nu zo... Ik moet, ik moet echt stoppen met praten. Ik wil wel nog één ding zeggen, wat mij vandaag een beetje heeft geïrriteerd, is het, 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 het olifanten sprinten. Dus ik rij altijd zo op uh, cruise control. Mm -hmm. Dus tien, de, de Jonas way of driving. Tien per uur sneller dan de, de limiet, en dan zit je... Maar dan, hoeveel mensen gas bijgeven? Ja, oh... Oké, okay, we zijn een gedeelde <laughs> Maar echt dan steek je die voorbij en dan geven die gasten bij dat ik echt denk als er één fucking geslachtscategorie is die we van de baan moeten verbannen, dan zijn het. Wat? Hè? Nee, anyway, <laughs> nee nee, het was gewoon uh, zat. Oké, okay. tot zover. Heel heel random. Oké, okay. heb jij afgesproken met die lied? Oh, oh wel. <laughs> <laughs> Jong, ging je afspreken met een lied? Ah ja, niet. Die heb was... je ooit vroeger ja. gezien? Om te zeggen wat een coole gita dat was, die stuurt zo, ah oh, sorry, I just decided to go sailing. I'm in Gibraltar. Ik zeg, oké. Okay. Oh, Voor de keer als now, ik in Geneve ben. Dan. Now I only want you more. Uh, Hoe? Now I only want you more. <laughs> ja, zo, ja, ja, exact. <laughs> ik zeg, <zo>, oh fuck. <laughs> kan ik naar Gibraltar rijden? En niet is aan het sailen. <laughs> ja, Ze willen ja. die, ja. die wanhopige dingen bedenken ja, die het alleen maar, het maar uh, onhaalbaarder gaan maken. Ja. Nee, maar dat is... Kan ik Kan ik je opwachten? Nee, maar ik... Um, ja, nee, daar ga ik mee stoppen. Oké. Heb u je vraagstuk goed voorbereid? Ik heb echt wel een voorbereiding gedaan. Dat meen je niet. Kijk. Ik. Ja, nou ja, ik, 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 ik heb jullie gemist. Uh, <laughs> Ik, ik, heb, wacht, ik heb opgeschreven: Diversiteit, chillteun, wit, bruin haar, haha, mopje. Dat heb ik al gezegd. En dan de live Wat show. voorbereid, dat maakt de, het nog erger. Jong, ik stond juist in de douche. Ik was al mijn mopjes kwijt. En dan ik naar hier. Ik wou wel een vraag: Hebben jullie de live show nog aangekondigd ja. of besproken? Ja. Ja, ja. Ja. ja, zijn we mee begonnen. Ik ben het huishouden gedaan. Het huishouden, housekeeping has been done. Oké, okay, oké. Okay. Maar dat was. Uh, ja, een verrassing van de avond wel. Het heeft ook echt zoveel gescheeld. Of we waren nu niet meer aan het opnemen en de Jonas was altijd ja. naar huis. maar hoor. Dus, dat heeft niks met mij te maken, dat ligt hier met de organisatie van... Uh, de, ja, 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 ja. ja, als je niks doet, kun je niks verkeerd. Ja, je, voilà, exact. Organisatie overlaat, delegeren. Hij is wel mijn... Hij is, ja, als entrepreneur moet je dat wel leren, ja, ja. Inderdaad. Hashtag, hashtag botspit. Wat stond op uh, Protected? Ja. ja. Blokt, ja, SD-kaartje, maar er lag nog eentje. Alles is goed gekomen. Ja, is en in het begin ben uh, Benjamin het verkeerde kanaal geactiveerd, denk ik. Het is al een emotionele... geval. Dus, nee. dus, ik had het chaos. Ik heb dat ook wel gewoon niet gezien. We zijn blij dat je terug bent. Ik vind dat mijn parking moeilijk. Ik heb uh, zijn personal assistant proberen te bellen, maar ik denk dat hij al naar huis was. <laughs> maar ik, 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 je kunt hier niet meer... Ze hebben... Dat was een, oh, dat oh, was een oh, mopje gaan. dat ik vandaag daarover heb <laughs> nagedacht. <laughs> maar uh, ze, hebben, ze hebben de, de, de bel veranderd. Hè. Je kunt niet meer zomaar binnenrijden. Dat is wat. Bo, dus tot zover het uh, blije wederzins. Um, misschien een poging doen om het terug een beetje richting de voorbereide structuur te brengen, want anders zijn we echt gewoon op café. Sure. Ja, ja. Dat is toch wel grappig. Hè? Dit is wel heel. Echt ja, dit is wel echt ja. heel funny. Dit is echt heel funny. En ik kwam zo voorbijgereden. Ik zag u dan zitten. Ik zei, oh, ik hoop dat die mij niet zien, maar dat is eigenlijk heel cool. Je ziet niks van. Ja, de ja de nee, idee. je ja. zit ook in uw gesprek. Dus. Ja. tijd en space, de rond dan gewoon stil. Hoe is het voor u zo, de eerste keer tussen, de, allez, of met deze de twee? twee. <laughs> Wel, Ik heb het gevoel dat ik hier al uh, dat het niet de eerste keer is. Voilà. Hmm. One hmm. of us. One of us. Jullie al, jullie us. al eens contact gehad, maar kende jij Jonas al? Uh, nee, nee. nee. Okay. Maar wij hebben ook nog nooit gesproken tot gisteravond, Nee, klopt. Zo dezelfde kringen, zo. Je dat wel Zelf, met mensen in, in, Antwerp en... in antwerpen, ja. dat je zo. Bij ons was dat kent. Bij was dat AMS. En Dus hij deed entrepreneurship op Antwerp management school het jaar voor mij, maar hij in een uh, een andere groep er rond, waarvan hij daar ook plaakbaar een kent, namelijk Maarten, waar hij dat nu uh, oh ja. ook een, 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 nieuwe, al venture, al een, een nieuwe venture mee opstart. Die gingen zo nog wel rond in dezelfde lobby in dezelfde, in dezelfde cafés. En, uh, wij, en ze deden dan alsof het dat was om de, dus de, de entrepreneurship op te snuiven, maar we hadden hmm. gewoon een paar lekkere grieten in, in, in ons jaar zitten. <laughs> Ik had al eens willen vragen, was dat daarom of was dat echt... Ken je dingen nog? Die blonde, die daar bij al in de klas zat. Oei, oei. Bon, Toen mijn je niet in belletje Er Nee, ik kan... Uh, we nee, zijn we zaten een paar uh, blokken in uh, de klas, maar... Die met die... Ja, dan... Uh... <laughs> <laughs> maar ja, dus... Ja. Zelfde kringen. Ja. En, uh... Blijkbaar ook een connectie toch ja. ergens. Ah, dat is nice dat je een verhaallijn vasthoudt. Dat is goed. <laughs> we hebben dat nodig. Meer mensen die verhaallijnen <laughs> dat vasthouden. Dat is zoeken, zoeken wij nieuwe mensen. <laughs> maar ja, dat hebben we nodig. ge. Dan gaan we een 1. poging doen om toch een tweede vraag beantwoord te krijgen hier op, uh, op deze ja, aflevering. Ja, wat was vraag 2 weer? Het is wel echt een rollercoaster. Ik vind het wel leuk. SC-podcastboek, <laughs> dat u is bijgebleven. Keep up, Jonas. Ja. <laughs> <laughs> trying, trying. Dat is gewoon omdat ik heel die structuur van buiten, dan heb je <laughs> ja, ja, <duidelijk. laughs> Goed Ehm heb jij iets gehoord of gelezen? Ah ja, juist. Ja. We, Interessant hadden, genoeg we hadden het delen. daarover dat Amerikanen terug binnen mochten en dat het reizen uh, terug allemaal aan de gang is. En ik heb uh, een klein... Een heel Afghanistan kort... of COVID? Uh, het ging over COVID en dat uh, vrienden van hem ja, in Amerika... Amerika Amerikaanse ja. vrienden van mij. Ja. Maar ik had inderdaad een korte uh, documentaire gezien over en dat combineert eigenlijk het reizen en Afghanistan. Hmm. Dus er is een zekere Brit geweest ik heb ervan gehoord. Ja. De, de Miles. De Miles is echt een topkerel. Je zou echt kunnen thuishoren binnen de Junto. Echt een, een, een speciaal persoon. Die besliste ongeveer, ja, wat zou het dan nu zijn? Twee of drie weken geleden. Oh, het is tijd om op vakantie te gaan. COVID, het, het loopt een beetje op zijn einde. Ik heb er genoeg van hier in de UK. Ik heb eigenlijk alles een beetje gezien. Tijd om een, een ander land, een andere cultuur te bezoeken. En ik heb uh, ja, veel Afghanistan gezien in het nieuws, hè. Daar, daar beweegt veel. Dus die heeft gewoon out of the blue een beetje besloten om naar uh, Afghanistan, naar, K naar Kabul te, te vliegen. Echt? Uh, op, en, te en Wanneer exact? ik Begin augustus. Dan. Wacht. Ah ja, oké. Okay. Um, en hij komt daaraan en hij, ja, hij gaat echt zo de highlights bekijken. En het ziet er goed uit. En hij tweet leuk. En hij stuurt Instagram berichtjes de en highlights. foto's. De tot 10 ja, ja. op Tripadvisor of, ja. en, en dan beginnen mensen er toch op te reageren van ja, je weet dat het leger eraan komt. En hij antwoordt maar nee, dat gaat zeker nog twee weken duren. Ik maak me helemaal geen zorgen. Er is niks aan de hand. En weer een paar fotootjes van een mooie ja, kerken zijn dat niet. Hè? Mooie gebouwen daar, de architectuur met mensen. Het is gezellig. Uh, en dan ja, ja Miles, uh, ze, ze komen toch echt wel kort bij. Eigenlijk. <laughs> en de Miles zegt: Ja, maar dat is geen probleem. Ik ben UK citizen. Ik kan gewoon naar het vliegveld gaan en een vlog terugnemen. Oh geen enkel probleem. En dan horen we 24 uur niks van Miles. <laughs> <laughs> En, uh, ja, dat was, is allemaal op Twitter nou dat ik dat afspeel. Dat Twitter, ja, is, uh... Instagram, Reddit, uh. overal. <laughs> het wordt helemaal... Uh, uh, je liep, je liep zo gewoon uh... met een smartphone door FK's. Ja, is dat dat echt niet, die denk. foto's, uh, niet normaal. En, dan, uh, en ja, Kaboel valt, hè, zoals we allemaal gehoord mm. hebben. En uh, Miles komt terug online. Ik heb zo beelden van zo'n Discord-server waar hij bolletjes op zich ja. Hij stuurt een selfie met uh, zichzelf. Van, uh, ik ben in het safehuis, alles is hier leuk. En ik amuseer me. Wel. En ik ga, ik ga morgen gewoon naar het vliegveld wandelen. En uh, zo gezegd, zo gedaan. En Miles wandelt naar het vliegveld. Maar zoals we allemaal weten, werd het vliegveld afgesloten. En is hij dus terug naar het safehouse gegaan. En terug naar het vliegveld gegaan. En terug naar het safehouse. En dan de derde keer naar het vliegveld heeft hij uiteindelijk aan boord kunnen sluipen met... Uh, sluipen, hij is geëscorteerd aan boord van een mm. vlucht met uh, duizenden andere vluchtelingen in zo'n cargo-ship. En dat doet Miles dan natuurlijk een leuke selfie nemen oh, met alle anderen jee. in het cargo-ship, ja. onderweg terug naar de UK. Uh, ja, dat was fantastisch. Echt, uh, documentaire kunt je het niet noemen, het was een kwartier of twintig minuten, maar ik dacht echt... Oh, real-life Forrest Gump. Ja, dus... En ja. echt... Uit al zijn tweets lijkt ook dat hij echt niet inziet wat er, wat er fout of mis Hij Die had zich ook verkleed als vrouw toen een terug uit het vliegveld kwam. Dat gewoon... Omdat hij dacht dat dat veiliger ging zijn. Wat? Fucking Hij is niet echt een boerka, maar zo'n. Ah, hij shale. heeft zich wel als een Taliban vrouw verkleed. Ja. Ja, 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 dat is ja, dat wel. Hij <laughs> nee, geen Europese vrouw. Hè? Ja, hij kon oh, een troef Hij, hij kon niet echt. zo snel een baard groeien. nee wereld. exact. Dus je moet maar eens Lord Miles op YouTube. Lord, Lord Miles. Dat was, ja, en dat komt dus omdat hij ooit iemand heeft overtuigd bij de bank om Lord op zijn bankkaart te laten zetten zodat moest hem ooit in het buitenland zijn dat ze dan onder de indruk zouden zijn, want dan is hem Lord en dan daarom had hem ook geen schrik voor zijn leven. Want de Taliban gaat toch geen Lord vermoorden? Dan vragen ze wel los geld. Ah, voor het is uit. echt een simpleton, nee? Het is niet, het is geen simpleton, denk ik. Ah, ja. het is gewoon, die heeft letterlijk op zijn bankkaart staan Lord Miles en nog iets. En uh. maar hij is niet al te snugger, hij is zeker niet al te snugger. Doe mij denken aan doe maar denken ja ook uh, zowat daagaren klavins van, Super van uh, superbad bad. 2008 dat is juist anyway hey, stuur je die link ook door oh, ja, ja. dat ja. wil ik wel echt zien fantastisch ja. oké okay, dat is echt heel ja. funny smakelijk niet moeten lachen ja. Ja. Ah, ja gewoon in die hele situatie is dat die het verhaal, het verhaal van, van zijn absurd. leven <laughs> ja, dat wel. kan die nog heel Super zijn leven vertellen echt Hilarisch, Voilà, en dat was de documentaire van de week Hé, hey, maar even, want we hebben het daar nog niet echt over gehad. Ik vind dat wel, die beelden, van toen... Dat is zo hoog, ja. Dat is... Wat je nu hoort, is de koper ja, die naar nou zijn ogen laat ja. poppen door met zijn vinger via een bepaalde hoek in en uit te gaan. Ja, dat was gewoon normaal bij zo'n fles. Dan ja, nog eens, houd het microfoon daar eens naast. Oh, fuck, dat is hoog, ja. dat, dat heeft hem in Zwitserland gehaald. Nee, 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 <laughs> nee ja, heen, dat doet hij al jaren. Ja. Ja. Um, maar ooit al een podcast? Of? Hoe? Ooit al een podcast? Pff, nee, dat wil ik niet. Ik denk dat dat de eerste keer is. <laughs> um, maar ja, die beelden dat zo die, die vliegtuigen opstijgen en dat daar mensen afvallen. Ja, dat is zot, hè? Holy shit. Ja. Dat is wel echt zo. 9-11. Ik, ik ga de cirkel rondmaken. Um, de 9-11-documentaire op Netflix is uitstekend. Ja? <laughs> ja. En echt ook uh, om emotioneel van te worden, eigenlijk. Zeker, de, ze doen altijd, zijn vijf afleveringen. En het gaat, ze, ja, gaat over de ramp zelf, de dag zelf. En het leed van de mensen op die dag. En echt, weer Weerman, echt persoonlijke verhalen van mensen. En dat is altijd meestal de eerste 15, 20 minuten. En dan de rest gaat eigenlijk over de politiek, slash militaire catastrofen. Over de jaren heen, hoe dat ontwikkeld is. Van, van hoe dat de ramp tot stand is. Hoe dat de terroristische daad tot stand is kunnen komen. Dus de hele voorbereiding die onder de radar is gebleven. Tot daarna. Alles met Bouger, dus de Patriot Act en het afluisteren en een essay, en de, de beslissing om Afghanistan binnen te vallen. Wat dat dan de beslissing om Afghanistan binnen te vallen om Bin Laden te gaan zoeken, is nog een van de minst zeg maar, controversiële beslissingen geweest, maar dan vooral daarna, dat er eigenlijk echt mensen on the record van generaals die constant zeven. van we hadden nooit een plan, er is nooit een strategie geweest, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar dat is het hallucinante stuk. En dat is ook een intermezzootje Irak en Weapons of Mass Destruction die nooit bestaan ja, hebben. Ja, ja. Maar vooral uh, de reden dat ik de cirkel rondmaak met um, mensen die uit vliegtuigen springen. Ja, die, um, hoe dat ze dat in beeld brengen van Daniel um, 11 zelf, de twee torens, minuut per minuut bijna. Is uh, heel moeilijk om dat te kijken. Maar uh, ja, je zet, het, je zet het bijna verplicht aan Humanity om daar naar te kijken. Ja. 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 Ze, hebben ze daar echte beelden van, of zijn die nagemaakt, zogezegd? Het zijn heel veel echte beelden. Ja, echt. um, ja. En ook heel veel ja, persoonlijke verhalen van mensen dat er waren, zowel binnen als brandweermannen als in de straten, wanneer die stofwolk naar beneden komt. Mm. Dus die ah, dingen, ja. dat die dingen, Het is echt heel mef. Jesus. Dus, en is dat uh, nieuw op Netflix. Ja, dat is. Uh, het is straks, was ik aan het vertellen, toen ik terugkwam naar Frankfurt, dat ik dan My Octopus Teacher heb ge gekeken met tranen in mijn oren, omdat het zo mooi was in terug, met, met mijn helemaal, serotonine helemaal depleted, in een gigantische mentale, emotionele en fysieke kater, in heen gaan, heb ik dat gekeken. Uh, <laughs> Jij leeft daar gewoon voor, voor die rollercoaster. Op ja, ja, dat is eigenlijk raar, ik kijk eigenlijk normaal heel weinig Netflix. Dat is echt uh, omdat ik uh, right. bijna niet in staat was om iets anders te doen op die twee momenten door verschillende omstandigheden. Amai. Ik heb wel, het gevoel, dat die, die wel ik heb het gevoel dat die sterk bezig zijn. Vlak voordat Gellie hier kwam... Netflix. Ja, vlak voordat Gellie hier kwam, iets aan het eten. En ook zo snel was Netflix opgedaan en ik zie hem ook beginnen zien. Vandaag is Mission 4 of zoiets. Kun je dat uit Hoge horen passeren. Dus ze hebben de eerste echt volledig commerciële uh, ruimtevlucht gebeurd op 15 september. Uh, dat zijn vier burgers. Dus niemand door NASA opgeleid, die daar drie dagen in een, uh, in een Dragon capsule van SpaceX, drie dagen rond de aarde gaan vliegen. Dus eerst gelanceerd worden, drie dagen echt in de ruimte zitten, op nog 100 kilometer boven het ISS en dan teruglanden. landen. Jeez, maar daar ja. zijn toch astronauten bij? Nee. Niks. Niks. Alleen die daar ja, uh. Ik heb dat, ik dat nu toen gezien, de ja, ene gast, die had de eerste dat ze hem voorgesteld ik zit echt halverwege de eerste aflevering, mm -hmm. is zowel een miljardair, die daar ook al heel heeft gevlogen met. met Jetfighters zo, okay. maar, geen, maar ze hebben nee, niet een nee. opleidingske gegeven? dan denk ik dat je nu zo wat ziet begin bij SpaceX. Dat is echt een commerc commerciële user experience. Dus echt, echt, dus het is echt zo front-facing, dus, dus ja, de backend is volledig uh, verborgen. Ja. Ja. ja, het is eigenlijk wel funny in de zin dat het is zo, ja, die Richard Branson, die, die laatste dagen van die Boeing 747 vallen en die komt zo zo en die, mag, die komt zo eens ja, ik, ik kan zo'n zo vergelijken, maar zo is Just a tip. Ja. He? He? En dan... Wat is die vergelijking? Ja, fuck off. Je hebt het goed genoeg gehoord, jongen. En dan... En dan de, 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 de In mijn nieuwe studio hebben we 4K-camera's, dus als hij dan die beweging doet, kan ik zoveel mee. Dus die bezels. En dan zo tegen de stagiair zeggen, wacht, je publiceert, maakt niet uit, zolang je daar maar iets mee doet. En dan die bezels, die, die schiet dan letterlijk een fallus ene keer naar boven, en die komt hè, dan terug naar beneden, en dan een Elon die... Schiet gewoon drek, vier man naar boven. En die laat hij gewoon drie dagen dan. Dus, maar, dus, ik ben ook aan het afwijken yeah. met mijn vette. Dat is dus eigenlijk een metaforische manier om te laten zien wie dat de grootste is. Ja, exact. Maar het grappige, Het zotte is: <laughs> ze hebben nu één aflevering online gezet, gisteren of eergisteren. En dan zit ze zo'n uur de voorbereiding. Volgende week is er nog eentje. En dan, nee, ze hebben er nu twee online staan. En volgende week is het live als de derde aflevering de lancering. Maar op Netflix Live of op YouTube Live? Nee. Dat weet ik niet. Maar cool. live en dan de vierde is dat je daarna uh, hetgeen ziet dat er afspeelt en dat dat dan geëdit is en dat is de vierde aflevering. Ja, wanneer is Big Brother in Space, denk je? Ja. 2035? Nee, nee, sneller waarschijnlijk. Kunnen we zo gelijk wat Elon Musk tweeten voor die Afghanen zo met onze vuist in de lucht, als we het nu niet meer akkoord dat zijn. Dat is toch ook echt weer... En je nee. dus, uh, dus... Ik heb je dat gehoord? dus Ik heb Elon ontvolgd op Twitter. Ja, stukje, ook, nee, nee. ook niet slecht. Maar... Um, Ten uh, Afghanistan, dan, de dingen zijn natuurlijk aan de is, is macht, hè? ISS. Nee, maar ik zo niet aan elkaar aan de Taliban. En uh, die, uh, ISS, het ISS. ISS en ISIS. Dat moest toch <laughs> ISIS zijn. <laughs> <laughs> oh, maar, ik dacht dan moet ik daar ook mee ja. zitten? <laughs> of ja, daar ja. Wil. Maar, uh, maar die hebben dus het internet verboden. Uh, die hebben het centrale ding uitgetrokken en al die mensen zonder internet zitten. Maar ja, uh, Storylink is live. En dan die, die maken dat zo publiek op Twitter. En zo dan Elon, ja, ja, allemaal goed en wel. Binnen twee maanden kun je gewoon, uh, zonder die, die base unit, kunnen je gewoon met je toestel inloggen op Starlink. En dan kunnen je is goed met alle vuist naar de, naar de lucht staan... Hmm. Ja, ik vond dat echt fantastisch. Dat, dat is inderdaad wel echt progress. Dat is echt... Progress, dat is echt Zoals, fuck echt, you, jongen. Um... Je wilt mensen terugkennis onthouden? Ik ga het toch aanhangen, Je hebt dat geen besluit. Prioriteit, hè? Het ging er als, je, over... als, je, als je echt revolutionair <laughs> wilt <wordt>, zijn <zeg>, <laughs> in een wereld, in een, in een gebied dat door de Taliban wordt gecontroleerd. Het uh, yeah. ging juist over zo, Afghanistan. Wat ik, wat ik ook nog aan het denken was, 9-11 was te vroeg. Allee, dat was pre-social media. Dus je kon dat niet zo... Ik weet nog dat ik zo binnenkwam van school en de, nou, het was... Ja, ik denk ik, dat iedereen dat nog weet. Ik denk dat onze tijd dat dat één of twee uur smidden... Ik, ik weet dat ik zo om drie uur of kwart na drie van school dat terugkwam en drie, toen... Dus drie en vier uur smidden. Ja, ja, ik toen toen dat ik thuis eentje thuis was ingestort of je moest. Ja, zo. Toen ik thuis kwam om... Uh, toen ik thuis kwam... Maar dat is ook heel zot. Dat zie je ook in die reconstructie, in die documentaire. Ze wisten dus heel lang niet... Hè? Dus je ziet, Toen ik thuis kwam bijvoorbeeld op die, op die dag was het, uh, stond een eerste toren, allee, kwam de rook uit. Want mm. ze hebben heel lang niet geweten, heel veel mensen wisten niet dat dat, dat dat, een vliegtuig was. Zeker niet de mensen dat in die toren zaten, die hebben heel lang niet, of zelfs op de grond, die had dat niet gezien hebben, die hebben heel lang niet geweten dat dat zelfs een, mm. uh, er was zelfs een beeld van, uh, brand van Firefighters, die dat nadat een tweede is ingestort, dat die ergens in een baar zijn gaan schuilen. En dat die pas toen hebben gezien op een tv dat er vliegt. Daar waren we niet gevlogen. Dus dat dat echt ja. een uh, attack was. Wat was, wat was. Sorry. Ja, wat, wat ik wil ja. zeggen is dat, omdat dat pre-social media was, je zat gewoon naar televisie te kijken en dat kreeg je binnen. Maar de eerste keer dat ik zo direct op Twitter ging om iets te checken, was de Bataclan-aanval. Uh, dus dat, oh, ja. dat was november 2015 en echt gewoon Twitter-refresh. Ja. En nu bij Afghanistan. Dus dan zag je op het nieuws, er is een terreur aan het slag uh, in, in, in Parijs gebeurt. En je doet eigenlijk Twitter open. Maar nu was dat echt gewoon. Nee, Check gewoon op, op Twitter. Allee, bij mij was zo Bruno Massa is en een aantal van die gasten gewoon echt minuut per minuut aan het volgen. En dan ook die filmpjes hè, van die mensen die van de wielen vlogen. Allee, vielen. Dat, je zo... dat, dat viel mij ook keihard op. Zo Ik kan me bijna niet meer voorstellen hoe dat, dat pre-social media. Dan krijg je gewoon hè, hier, is, hier is een interpretatie, maar op Twitter ja, het goede en het slechte, wat je allemaal ziet. Ik vond dat echt. En ook hoe dat. Uh, een groep gelijk de taliban, nu op social media communiceert en filmpjes maakt, en dat is ja. niet nieuw, dat vind ik ook een heel coole uh, evolutie van twintig uh, jaar geleden bestond dat gewoon niet. En nu, als ik iets ja. wil weten, dan doe ik Twitter open. En dat, dat viel mij bij deze ook zo mm -hmm. keihard op. So, ja. crazy. Cool, wel man. Moet die link ook zeker doorsturen, want dat wil ik ook wel zien. Netflix.com. Maar, maar hoe noem het? <laughs> 9-11, The Turning Point, denk ik. Zo so, weet je kunt het niet missen als je het zoekt. No. Nog iemand iets gezien? Oh. Uh, ik heb iets gelezen. Of gelezen. Oh. Um, wacht hè. Uh, ik heb de. Ik vind het elke graag titel The Premonition. De Premonition? Van Michael Lewis. <laughs> dus een eerste boek over de pandemie. En ik vond het dan. Ik, meestal lees ik zo niet. Ah, het is een nieuw boek. He, dat is meestal voor mij zo eerlijk een argument om het niet te lezen als om het wel te lezen. Tenzij dat ik dan Michael Lewis achter sta. Dan is het voor mij wel. Je We ziet hem een fan. Ja, ja ik vind. Ik vind Alleen, ik heb in de laatste jaren zowel veel van zijn zijn werk gelezen. Ja, I dig it. Um, maar dat is ja, eigenlijk zo. Dan heb je wel een vrij specifieke... Je hebt er waarschijnlijk ook al wel iets van gelezen, neem ik aan. Ik heb uh, Liar's Liar Poker en, en The Laundromat gelezen. Ja. En The Big Short vind ik nu wel je film. Maar ja. de, die heb ik, wegens ook tijdgebrek, tijdsgebrek van dat ik gewoon te veel boeken heb, heb ik die boek nog niet gelezen, omdat ik die film al gezien heb. Hmm. Ja, nee, zo'n hele specifieke... Ja, en je schrijft gelijk een engel, om het zo te zeggen. En dat is zo mooi geschreven. Maar ook, die mens, je slaagt er in een of andere manier in om altijd zo die zotte personages te vinden... Die daar altijd eh, het, het beetje aan de alarmbel aan het trekken waren. Of die dat zo de key personen waren. in een bepaalde grote globale tendens. En ook echt nog eens belachelijk, een belachelijk. gewoon karakter hadden. Alleen gewoon zo echt van die. ja, lekker als een big short. Alleen die, die film. Die hebben de meeste mensen wel gezien, denk ik. Dat is gewoon heerlijk. Ja, en deze boek is gewoon een beetje. eigenlijk de big short. maar dan over de coronapandemie. Dus dat is echt. Dat is, fantastisch. Een, is een goede pitch. Ja, dat, dat leest echt gelijk als een trein. Um, en die personages zijn echt bijna te goed om waar te zijn. Dat is echt zot. Dus ik heb er, um, ook een paar highlights uitgehaald. Dus die gast is eigenlijk echt gewoon de storyteller van ons tijdperk. Als je, het zo, als je er zo over nadenkt. De financiële crisis, pandemie en al die dingen. Dat je dat een, uh, Via deel, entertainment in de, in de hoofden van mensen binnen. Flashboys vind ik ook echt een nagaarder. Dat is ook zo'n uh, boek over het, high, high... Dat vond, is ook typisch bij Michael Lewis. Er blijven ook titels van opduiken. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Zoals de deze heb ik nog niet eens gehoord. Ik denk dat er zo'n zo boek... Per jaar, per anderhalf jaar. Ja, dat is wel Pieter Espen, maar dan wel echt goed. <laughs> ja, echt goed. <laughs> um, maar sommige van de zo interessante dingen dat ik had onderlijnd is: um, de US telt ongeveer 4% van de wereldbevolking. Maar die hebben iets meer dan 20% van alle COVID-19 doden gehad. Dus om maar een idee te geven, en dat wordt ook echt zeer pijnlijk duidelijk in dit boek: hoe. zo dik zijn. Gewoon ook een compleet gefaalde staat. Een ja. compleet hmm. gefaalde staat. Gewoon, allee, als je het leest, vooral in het tweede stuk, begint het echt over zo. In het begin ga ik nog meer over het algemeen en zo. pandemieën en uh, de individuen erachter, dat het heel goed aan het omschrijven is. Hmm. Dus het tweede deel is meer echt, misschien iets minder zelfs als het tweede deel. Ga echt, gaat echt in detail over hoe dat, dat daar is gegaan. Dat is echt, dat hou niet voor mogelijk. Um, nog, heel, allee, nog zoiets dat ik nooit eerder heb stilgestaan. Maar sommige heel onverwachte plaatsen voor superspreading die daar geweest is, is de, de, de schoolbussen in de US. Er zijn ongeveer een half miljoen schoolbussen in de US. Dus echt van die grote gele bussen dat je Zoals ziet. in de Simpsons. Ja, de die. Um, en alles samen transporteren die dagelijks dubbel zoveel mensen als, het, als heel het uh, openbare transport in de States. Dus daar is het echt, ja, gewoon elke klein in de States, die gaan naar zo via zo'n bus naar school. Hè? Niemand zet daar zijn kinderen zelf af. Um, en daar zitten ze echt super dicht op elkaar. Dus dat waren echt ook van die gezachte... Ja, eigenlijk waren gewoon coronabussen. Um, ook, ja, daar hebben we het al een paar keer over aangehaald. Maar zo de incentive-structuur in, in de medische industrie. Dat is ook... Hij ja, haalt daar zo één case aan. Dus um, Zuckerberg, hier met zijn madame, zo'n fonds voor... Ja, Goede doelen te steunen, vooral in de. Ja, dat soort. Ja, de. de, de <coughs> ja, dus de, de Chang en Zuckerberg Initiative of zoiets. Maar die ja. hebben in San Francisco een heel nieuw ziekenhuis gebouwd, maar die hebben ook wel echt een laboratorium mee helpen starten in Stanford voor echt. Ja, heel. Door, ja, heel nieuw en, en revolutionair onderzoek in biomedische wetenschappen. In het begin, die pandemie begint in de state en. Het is daar zo erg dat ze ook dat niet georganiseerd kregen om testing te doen. Wat doet die, wat doet die, die uh, dat lab in Stanford? Die halen gewoon een heel bende PhD's bij elkaar. Die zeggen, mannen, ja, het is echt, we wisten er al, we zijn het al weken aan het komen, maar de pandemie het begint echt gewoon te gaan. Dus we gaan hier een, een zaal inrichten als testcentrum. Ah, echt gewoon de ja, slimste mensen in de States bij elkaar. En op 48 uur bouw je daar een testcentrum voor 20.000 COVID-testen te kunnen doen op een dag. Wat op dat moment echt zo factor 10 het grootste testcentrum was in de state. Vervolgens beginnen die alle ziekenhuizen af te bellen, beginnen die alle testcentra af te bellen. Die zeggen, ja, laat u testen gewoon naar hier komen, laat die gewoon naar hier komen, het is gratis en wij testen wel. En die staan er klaar met hun 20. Hè, al die dure apparatuur van een zuckerberg achter hem. Kom aan laat maar, kom aan, we zijn er klaar voor. Hè, dan, oké, okay, ja, en... Niemand. Echt zo'n dustbal die naar voorbij komt. Echt gewoon Gee. niemand nee. dat daar iets komt afgeven voor te laten testen. Dus die denken echt: oké, okay, wat de fuck is hier aan de hand? Dus die beginnen terug te bellen. Ze dus op een duur zo 20, 30 testen. En die staan daar, mensen: kom maar, we kunnen 20.000 testen doen per dag. We zijn elke dag meer apparatuur. Na een week zoeken, dus ja, duizenden doden later, komen die erachter. Waarom? Waarom gaan die testen niet door naar hen? Dat is gratis. Dus als die die samples wouden doorsturen, moesten die verpleegsters die dat hebben afgenomen in dat systeem van, de, van het ziekenhuis, moesten die aanduiden van wat kost het. En de mogelijkheid voor iets gratis, die, die konden die gewoon niet aanduiden. Mm. Die konden dat niet. Als het, als dat, dat, dat ging niet. Dus die konden die samples ook niet buiten sturen. Die zei ja, dat, 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 dat kan gewoon niet. Het kan niet dat dit gratis is, want dat, 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 er is niks gratis. Toen het de pandemie uitbrak, um ja, al onze huisartsen waren direct overbezet, waren direct heel veel alleen. het gezondheidssysteem direct heel hard onder druk. En toen uiteindelijk in de VS was, begon, dan vroeg ik mij direct af van, die mensen hebben toch een totaal andere relatie naar gezondheidszorg toe. Als iets met ons mis is, wij bellen naar onze dokter, we gaan naar onze dokter, omdat dat allemaal verzekerd en terugbetaald wordt en dergelijke meer. In de VS, dat weet ik van mijn Amerikaanse vrienden, voordat je daar naar een dokter gaat, moet het al heel erg mis zijn, want je weet dat je heel veel moet betalen. Mm -hmm. ja, dus gewoon puur al die dat instinct of dat initiatief om naar een gezondheidsverlener te stappen om, of voor covid of een dingen, dat is volgens mij cultureel al een gigantisch verschil. Dit vind ik eigenlijk nog streffer. Ja. Het is niet dat je het is niet, niet van verschiet, maar mee. daar had ik zelfs nog niet bij nagedacht. Nou dat heb echt, dan nog geleest meer. en dan denkte echt, maar what the fuck, jong. Um, in Zwitserland trouwens, zijn ze ja. gratis. Ik heb gisteren een gratis sneltest laten doen. Ja, Mocht af. je zelfs niet betalen. Die zijn gewoon, kom. St Die staat hier heel Dat Is eigenlijk ook echt fucked up. Hè? 10 euro in Testen. Ja, snel. Ja, te test, test maar een apotheek. Ah, ja. Ja, ja, ja. En dat zijn de enige waarmee je een festival binnen mocht. Dus gelijk, jazz Middleham ticket was 27 euro. Tegen dat je daar binnen zei als ja. je maar half of niet gevaccineerd bent. Ben jij ook zijn? naar jazz Middleham geweest? Als ja. Ja. fienste jazz Middleham. Ja, ja, ik zijn er al twee geweest. Ik wil jullie ook nog wel vragen. Hoe was eigenlijk dat eerste weekend hier dat je terug mocht feesten? Of jullie dan. Dat was toch vorig weekend? Dat in we het instanten... begin overgaat al. Oké, okay, ja. ja. dan zal ik wel luisteren. <laughs> Voorleggen gelijk, elk. Ja. Maar oké, okay, als je niet gevaccineerd bent en je moet dan betalen voor je testen, dan heb je toch zelf gezocht, niet? Tuurlijk. Maar ik denk dat, een heel groot, ik denk dat die anti-vaccin-mensen, die er echt gewoon falikant tegen zijn en het niet gaan doen, ik denk dat die zich boven gemiddeld bevinden in de lage inkomstengroepen. Mm -hmm. Dat is een assumptie, maar dat lijkt me wel plausibel. Ja. Dus dan vind ik dat zo weer eigenlijk is ook... Spijtig en pijnlijk, want dat is zo weer een... Ja, je hebt al niet veel en dan wil je ook terug gaan amuseren. Nee, nee, nee. nee, nee. Moet dat, dat zo. Dan moet je gaan. die testjes... Dat zo alles dat samenkomt. Hè? Dat is zo die uitspraak van... Uh, vroeger aten alle rijke suiker, nu weet alleen de arme mensen suiker. Ja. Het is dus, uh, ook moeilijk, Niemand op spoed gaat je weigeren omdat je rookt. Als je daar binnenkomt en zegt... Ah, maar meneer, je rookt. Dan gaan ze u ook niet weigeren. Dus dat is, dat is gewoon... Ik volg dat. Ik vind dat als je het niet hebt... Mm. En je weet dat je getest moet worden, ja, dan hoort dat erbij. Dan is dat een extra kost. Maar het is wel selectief en op spoed kan ik me niet voorstellen dat iemand zegt: Ja, omdat jij rookt, gaan wij je longen niet nakijken. Maar met roken doet het alleen nu. Je... Ja, dat is niet helemaal waar, maar veel minder andere mensen. Nee, maar je hebben. begrijpt het principe hè, dat we dat op ja, andere maar dat dingen. Maar ik denk dat dat wel de crux is: je is ge, ge, zet druk op het hele systeem en op iedereen, niet alleen op jezelf. Hmm. Het... En als je resources gebruikt van het systeem. Dat moet je ook meedoen met de regels. Ik had daar wel iets over gelezen, maar ik, ken er, ik heb daar niet zoveel van. Maar je hebt, je hebt blijkbaar dus de, de vaccins die non-sterilizing zijn en sterilizing. En het verschil is, een sterilizing vaccin, dus gelijk voor polio, en de andere, dat zorgt ook dat transmissie niet meer gebeurt. En de vaccins die wij nu hebben voor, voor COVID, dat zijn non-sterilizing vaccins. Mm -hmm. Dus daar is transmissie nog. En dat was blijkbaar een groot punt in, in het verplichten van een vaccin als een vaccin sterilizing is, als ik het goed zeg, dan is er wel een, een grote incentive om te verplichten, omdat je dan het effectief uitroeit, want het kan niet overspringen. Maar bij onze huidige vaccins niet. En dat is dan zo weer ook, ook een nuance waar je... Wat ik ga roken, bijvoorbeeld... Ja, als ik langs iemand zit die rookt, ik vind dat persoonlijk niet zo erg. Mm -hmm. Maar moest er een wet zijn die zegt, ja, niemand mag nog roken. Ergens waar dat iemand anders het zou kunnen merken, ik zou daar ook voor zijn, maar dat is heel moeilijk om dat... Ja, om dat af te wegen. Het is ook niet 1 en 0 bij de vaccins. Hè. Het is veel minder transmissible als je gevaccineerd bent. Ja. En het is ook zo, als het alleen was bij de niet-gevaccineerden, doen ze maar op. Maar omdat jij je niet vaccineert, kan ik om de twee botten ziek worden. Nee. Ja. Nee. Ik zag wel van Eric Topol, die ook bij Sam Harris was geweest, dat hij gisteren of eerder iets tweette over dat zo de beste immuniteit is als je de natuurlijke antilichaam, dus je gewone antilichaam hebt, en blijkbaar één spuit. En Dus ik heb die test gedaan van de antilichamen, en, maar met één spuit krijg je je vaccincertificaat niet. Hoeveel, dus hoeveel had jij Antilichamen? Bij mij was dat gewoon, waren dat twee testen of je ze beide had, maar geen schaal of zo. Ik heb dan nogal gehoord dat dat blijkbaar ook een, een effectiviteit is. Ja, jawel, jawel, alle twee. In de twee methodes dat getest werden. Je hebt antilichamen? Ja. Dus Misschien dat het gaat. Ja. Echt? Zonder het te weten, ja. Maar dus wat ik wil zeggen is, in die data van Erik Toppel, want hij had er ook zo'n grafiek bij. Als je één vaccin blijkbaar bijkrijgt, en ik denk in mRNA dat dat de meest effectieve zijn, dan heb je blijkbaar de beste, dan heb je de beste bescherming met de minste risico van de, van de vaccins. Um, maar je krijgt daar je certificaat niet voor. Dat, dus dat is, dat gaar, is dan ook weer zo'n stukje Kafka. Waar ik dan snap, dan denk ik hier in de data ziet je dat de hoogste bescherming zo is, maar je krijgt daar geen certificaat voor. Maar ja, nu vraagt je de regering of die organisaties om verschillende regeltjes te maken. Maar dat het is gewoon kan... iedereen twee. Als je een herstelingscertificaat, moet je ook dat festival binnen. Als je een herstelingscertificaat. Herstel, Bijvoorbeeld ja. En ik heb het gehad, maar ik heb geen herstel, want ik wist niet dat ik het gehad heb. Mm -hmm. Dus ik kreeg geen certificaat. Je kreeg enkel een certificaat wanneer je en ik begrijp, ik begrijp dat je daar ergens. Maar Je kunt ja. niet voor iedere case optimaliseren. Ja, het is veel niet... gemakkelijker om te zeggen... ...iedereen twee, je doet daar niks mis mee. Hè. Het is ja. gratis, je kunt gewoon gaan. Het duurt twee seconden. Ja. ja. Ik begrijp ook wel dat er, dat er een meerprijs is... ...als je dat niet wilt. Of dat er, dat er een consequentie is. Ja. Ja. Ik weet wel, Zubi was bij Joe Rogan. En die... Zubi. Ja, dat is zo'n uh, uh, muzikant van uh, Engeland. En uh, toen was ik wel nog aan het denken pre-vaccins, zelfs nu nog, maar ook, nee, ook nu nog, denk ik. Je, je moet een PCR-test doen en die kost bijvoorbeeld in Kopenhagen, als ik naar Groenland was gegaan, dat is al 150 euro. Ook, ook in uh, Zwitserland is ook 150 euro. Maar joh, als je dan reist met een gezin, hè, ik zit met vier of met vijf, ja, nee, ja, dan zit je ineens 600, 700 euro, 1400 euro, pak, pak, pak 1200 euro extra kwijt, gewoon voor, voor testen. Mm -hmm. Moest je twee jaar geleden zeggen: hey, reizen wordt 1200 euro duurder met je gezin, raad eens wat het zou zijn. Zou je toch nooit raden dat dat zo'n test zou zijn? En dat begrijp ik wel. Als je, dan, als je dan al minder vermogen hebt om even 1200 euro bij te leggen, ja, dat er dan wel. Maar ja, goed. dat okay. doet het toch exact wat het moet doen? Je reist niet met je ongevaccineerd gezin. Nee, en je ook blijft als... binnen. Nou... Toch perfect? Ja. Uh. Ja, ook als je gevaccineerd bent, zijn, zijn er landen waar je een, een negatieve PCR-test moet hebben. Hè? Ik geloof dat als je naar Groenland vliegt, moest je ook een negatieve... Ook als je gevaccineerd bent. En leg maar eens 150 euro per lit neer. Hè? Dat weet ik niet. Ja, dat, is, ja, dat, dat moest duur. je ook. Ja, je moest niet in quarantaine en zo, maar moest wel getest worden. Ja een pcr -test. Maar ja, goed. En dat begrijp ik wel dan, als je het als je allemaal kunt betalen, oké. Okay. Maar als je het niet hebt... maar Dat is een beetje gelijk lotterij, loterij, is gewoon een belasting op arme mensen. Hè? Disproportioneel veel mensen. Duurlijk. Dat zijn zo dat soort systemen. Hè? En, ja, ja. Boy, het is kwijt voor... Nou, um, oh, zijn we er al? We gaan uh, misschien richting voorzichtig, richting een afronding ons begeven. Ik ga dat voor een keer houden. Ik, wou, ik, ik, Ach, ik, wou, ik had donker. heel veel over de abortuswet in Texas. Dus ik wou over abortus met jullie praten. Waarom dat <laughs> jullie moeders niet. Um, daar over hebben we nog abortus. een abortus voor nodig. En dan pensioensparen oh, is veel in het nieuws geweest. Dus daar wil ik het dus over hebben. En Drake heeft een nieuw album gedropt. en... Daar gaan we het niet over hebben. Dat is allemaal voor de live. Dat allemaal voor de live opname. Girl, you're a lesbian. Me too. Nee? Ja. Nog niet. <laughs> nog niet naar je luisteren. Ja, we gaan wel echt goed moeten selecteren voor de live show. We, uh... we hebben het daar echt gewoon nog totaal we hebben nog geen idee wat we gaan nee, doen. We moesten er nog aan denken. Geen Ik was crack. naar My First Million aan het luisteren vandaag. Ik vind ook wel. Die hebben ook een cool format. Het lijkt, heel, het lijkt wel op de we YouTube show Het gaat dus niet gewoon... van format vooral. Nee, nee, maar het is eigenlijk hetzelfde. Maar die hebben het wel. Die hebben, wij hebben het gewoon meer geformaliseerd in structuur. Maar wat zij doen is: want die hadden het daarover Je brengt gewoon topics mee. Maar het is de bedoeling dat je een topic bespreekt en ook dat een reactie daarop krijgt. Ja. En ik vond dat ook wel cool om naar te luisteren. Idee, ja. dat je zo, wij doen dat ook, hè. hoe gaat het? En hier zijn een aantal topics. Maar dat je, want we komen blijkbaar nooit verder als vraag drie of vier. Maar die brengen zo topics mee en dan gewoon bam bam, hier zijn topics waar ik over wil praten. Maar dat we want, die eens rondsturen voor we naar daar gaan. Als je gewoon doorstuurt, ik ga over deze drie dingen praten, dat we daar al iets over... Maar dan is de spontaniteit misschien. Ik wil dat gewoon leggen. zo oncomfortabel mogelijk voor al de anderen <laughs> ja, maken. Ja, wel, ja. Toch? Die live-opname. Ja. We gaan gewoon deze formaten hangen. Minstens, dat is de eerste keer dat we dat doen. Ja. Dat moet niet in één keer. Hoeveel mensen hebben ze ingeschreven? 14. Ondertussen, zoiets. Ja. Oh, spannend. Wacht wel ik, leuk. Je kunt er niet bij zijn. Nee. Oh, jammer. Spijtig. Spijtig. Nog, nog een beetje pompen op de sociale media. En dat toch uitverkocht? verkocht? Alles nee, spreaden. Joh. Ik vind 14 al. Uh... Dat is al veel, hè? En dat nou ook veel. <laughs> Het maximum is 25 of wat? Okay. en en je kon eigenlijk een knuffel van jozef krijgen of met, of op de volgende moment dat mee? gekocht hè? Ja. ja dat van mijn ja, ja maar dat ja, is gratis ja, nu Inderdaad, ja, fuck er komen misschien nog spontane extra opties bij dan mm -hmm. sowieso rechts aan je speer zijn er nog zijn er nog uh, zijn er nog absoluut dingen misschien chill hoe, hoe was het voor u zo, op de eerste keer? Ja, maar het is niet gedaan. Hè? Nee, nee, maar allee, we, zijn, we zijn richting een, een, we zijn richting een, een afsluiting aan het... Oh, het is hier al direct een, een speciale editie. Het is wel Kleinig. voor de eerste keer... Allee, ik kan wel tellen, vind ik. Het ja, was een emotionele rollercoaster. Ja, ik heb ze ja, wel als gaten. Eerst werkte de setup niet. En Jonas leren kennen tijdens een podcast. Mm -hmm. Dan komt Kopen hier oh. om de hoek loeren. Dat is al tien keer zo goed als die live show. Je gaat er niks mee. Het is Veel beter als mijn eerste keer. Ja. Hoe was je mijn eerste keer? Mijn eerste tech. keer was gewoon, ja, ik kende die twee pasjes al. Dat was heel braaf, voorzichtig. Hmm. Ja, Kopen was de loop vergeten. <laughs> Wat vergeten? <laughs> <laughs> veel vragen ja. Wat was ik vergeten? De <laughs> loop. Tegelijk. Ah. Ja, ja. 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 <laughs> ja. Oké, okay, ja, ja, de mop de er niet he? beter op als <laughs> je ze gaat uitleggen. FYI, ik zeg het maar. Ja, ja. Maar dan ligt die altijd uit. Ja, ik weet, weet het. Wel dat, is niet, ja, dat is misschien wel een deel van de... Jullie moppen zijn altijd heel meta. Met zo, de persoon in de terecht wordt, zo altijd. Ja. 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 We, be we belonen de trouwe luisteraars. Hè. Voilà. Dus ja, dan Het is moeilijk om... Ik denk wel oprecht dat het moeilijk is om er zo in te komen. Allee, we leggen ook niks niet meer uit, hè. Die eerste twintig <laughs> keren was nog... Wie ben jij, wat doe jij? En nu is het echt gewoon... Oh, het bakje ik niet, zo. Twee minuten nog lullen over hoe dat ding dat mag... Het is echt geen context meer. Ik was ook heel opgelucht dat ik de intro niet moest meezingen. <laughs> dat is niet waar. Ik kan hem wel zingen om mij, om mij af te sluiten. Ja, ja, als jij hem even inzet... Dan... <laughs> Pas op haar gezicht hè? <laughs> maar dat moet ja, oh. voor de live show. Ja, mensen die ja. daar, daar uh, soundboards van ja. maken. Ja. Voor de live show gaat het toch het publiek de intro laten zien. Oh. <laughs> dat zou wel goed zijn. Acapella? Maar hebben jullie eigenlijk lyrics? Want die heb ik nooit kunnen onderscheiden. Dat is. Geen lyrics, hè. Nee. Dat is, dat is... Dus ze mogen gewoon wat doen. We waren, ik denk dat het, het, het intoxicatieniveau op het moment van opname van die, van die intro lag denk ik al. Ik had al zeker drie aperols op. Ik mocht al niet meer. Oh, aperolletjes. Ja... <laughs> Ja. Jij mocht nooit rijden. Ja, dat is ook waar. Ik mag echt van die Passat... ik mag het niet met, dus in een auto rijden. Echt? Ja, ik heb dat ook niet. 3000 kilometer zijn ja. Ah ja. Ah, 3000 onderweg. kilometer heb ik in even gezeten, naar en terug. Ja, en niks. Volgende oh, Ja ja, ja, Het is oké. Okay, ja, ja. Maar ja. die doet dat gewoon graag. Ik ja. graag. Vandaag ook, ja. 900 kilometer. Maar ja, ik wat hoor. ik wou zeggen, ik vind wel, um, ik weet dat dat moeilijk wordt, maar ik vind dat wij perfect zo twee shotjes en het publiek voordat we beginnen wel kunnen doen. <laughs> Toch? Twee shotjes, liedjes zingen, nog iets. Ik, ik, ik zou daar overwegen om fles whisky mee te pakken en gewoon rond op. te gaan. Trouwens, komt u madam? Wie is wie, zijn, madame? Ja, zij madam. Ah. Nee, daarvoor wil ik dus een live show. Die, die, uh, die, uh, oh, nee, die, die blonde uit AMS, dat is wat ze beat. Zeg maar, komt die? Ja, ja, normaal wel. Ja. Je moet een ticket kopen. hè. Ja, ja. <laughs> Eraan, hè. Want, uh, ik heb hier op mijn Excel gezien en, <laughs> <laughs> ik zie Ik heb gehoord dat nee. nog de helft open staat. Dus, uh. Maar als u laat laten komen zijn ouders zijn nu aan het luisteren. Ja, ja. Alles retroactief aan het inhalen. U weet mag ik niet meer komen. Oh, daar zou ik ja. niet mee om kunnen. Als mijn ouders hier zouden zitten, ik maar, zou, ik dat ook zou ook niet. niet gaan. <laughs> ik ga met zijn ouders bellen. No tickets. fucking way. Als een paard komt er niet binnen dan. Ja. No. Ik, zo, oh, je... ik zo een, fo een foto op de, op, de, op de ingang. Dat zou niet gaan, hè. Je maakt het niet beter, hè? dat weet je toch? God, dus je dat is echt... No, no, no. We kunnen een taxiservice inleggen. We gaan ophalen. Met... Ja, dat is heel goed. Doet dat. Ik sta recht en ik wandel... Ik pak die sleutel wel mee, want hier kom niet binnen. En ik, laat dat... en ik wandel naar buiten en dan doe ik de live show maar zonder mij. Ja, dat is juist... We gaan dat hier doen. Ja, ja cool, ja. Hier, hè. Niet ja. hier, hè. Daar, hè. Nee, dit is de... Dit is de receptieruimte. Nee, daar kunnen Ik we hier drankjes hebben? De sleutel van die showroom die is weg voordat jij binnenkomt. Je hmm. okay. komt alleen maar binnen als je genoeg geld hebt. <laughs> grote order plaatsen. Maar dus wij doen. Ah ja, dus dat is echt over twee weken. Dus wij doen ook. Dit is de laatste. De volgende aflevering is de live show. Ja. De 14 de veertien dagen het is op donderdag. Ja, ja, ja. Juist. juist ah, ja, inderdaad. Ja, cool. ja. Oké, okay, heel cool. Ik kijk er wel naar uit. Ja, wordt tof. Ben benieuwd. En gaan we hier dan iets zetten? Of stoelen, ja, stoelen moeten we of... nog regelen? Ik pak mijn airfryer mee. Dan kan ik zo wat <laughs> hapjes maken. Zo. Dat, is ook mijn, uh, dat was mijn eerste kennismaking mee komen. Bij een bovenop het appartement. Ah, je hebt zo'n airfryer of wat? En hoe is dat? Raad dat aan. Ja, dat is ah, wel, wel lekker voor frituurhapjes en een beetje gezonder klaar te maken? Pak die mee. <laughs> ik zo heb waar. sindsdien, uh, ik heb ondertussen ook al een jaar een airfryer. Het is toch zalig? Ja, ik ben, ik ben fan. Het kost, kost ook gewoon niks. Wij we moeten wel eens bijpraten. Ik ben nu aan het vast. Ik heb ook een aura ring. Uh, anyway. Hij ja, is het een uh, volledig getransformeerd Ja, uh, nou held en wel dan? Ja, Oké, okay, um, goed dus, maar over het algemeen <hijen> meegevallen, tegengevallen. Wat vind jij? Ja, nee, ik, 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 ik ben benieuwd naar uw perceptie van. Allee, van achter de, de schermen. Ik ja. ben blij om hier te zijn. Ja? Ik ben nog altijd. Oké. Okay. Dat is, dat is, dat is, dat is, ik interpreteer dat als positief. Zeker. Ja, dat moet ja, je zeker. Rapid fire. Vind. Messi of Ronaldo? Okay. <laughs> Messi. Uh, Peter Mertens of Tom van Rieken. Goh, my god. <laughs> uh, dat doet mij denken aan wat de er straks blijkbaar was er gisteren. En, uh, eigenlijk nog eens een voorzittersdebat. En dat vond ik mm. van een keer ja, grappig. Ja, ik vond een ja. gezien. Alle voorzitters waren er, alleen Peter Mertens niet. Die moest naar een schooldebat. <laughs> <laughs> Oké, okay, okay. uh, uh, onafhankelijkheid of samenvoegen met Nederland? Onafhankelijkheid. Um, zout of uh, uh, gewoon water. <laughs> zout of gewoon water. Ja. Zeewater of zoetwater? Zoetwater. Bitcoin of Ethereum? Oh. Bitcoin. Plant of bruin. Wat nu? Plant of bruin. Bruin. Uh, onder de arm of in de poep? <laughs> <laughs> onder de arm. Temperatuur? Belangrijk? Belangrijk? Als hij mijn akkoordjes moet weten, en weet hij hoe ik het graag heb. Absoluut. Alright, right, ik ga hier op dat knopje duwen. Nog één, nog één. Ja, kom, klatsen. Je moet een beat geven. Give me one. You're the boys. You're the boys. <laughs> You're <laughs> <YouTube> boys. you <laughs> <laughs> <laughs>